Welkom mensen bij deze speciale lange aflevering van Roblox op de woensdag, de vaste woensdag. Dit is tevens ook een livestream geweest, dus dan weet je dat. Dus gewoon lekker knallen hier. Ik heb net door middel van de live chat heb ik de baan aangepast naar donkerrood met zwarte ondersteuning. En vandaag gaan we in ieder geval lekker onszelf bezighouden met de teaming van deze baan. En dat kost heel veel tijd, want geloof me, hier was ik best wel even een dik 20 minuten mee bezig. 20 minuten, bijna een half uur. Dus het kost gewoon heel veel tijd. Hallo, hallo. Welkom, chat. Wanneer kunnen we joinen? Nou, ik had afgesproken, ga ik wat linkjes, fluisterberichtjes sturen naar wat mensen. Alleen als je een subje hebt op mijn Twitch-kanaal. Ja, dat vind ik wel zo eerlijk. Gewoon wat extraatjes. Kijk, dit gaan we dan daarop plaatsen. Gewoon wat groen erop. Kijk, als je te veel groen gaat plaatsen hierop, dan heb je te veel scenery op één plek. En dan kan je daar ook geen extraatjes meer toevoegen, zoals rotsen of boompjes of planten. Dus je moet heel erg uitkijken dat je niet heel dicht op elkaar die groene decoratie toevoegt. Dat is heel belangrijk. Nou, dit wordt eigenlijk gewoon een groen laagje. Maar je zou dat ook kunnen oplossen door gewoon een blok erop te plaatsen die al helemaal groen is. Kijk, dat is gewoon een grasblok, maar die is licht. En je hebt niet echt een kleur die dat donkere aangeeft. En dat donkere vind ik juist zo hartstikke mooi hierbij passen. Dus ja. En met de paintingterrein kan ik hem volgens mij ook niet echt die kleur geven die ik wil. Want het blijft allemaal zo licht. En ik wil juist deze kleur aanhouden. En dat is soms lastig. Ja, vooral als je natuurlijk een heel themagebied wil aanpakken. Laat ik even deze rotsen ook meenemen gelijk in wat ik hier allemaal aan het doen ben. Pa-ba-da-ba-pam, pa-da-bam-pam. Lekker jazzmuziekje. Ik hou van heerlijke jazz. Ik vind jazz ontspannen. Ik weet niet waarom, maar dat... Oh ja, kijk, die ondersteuning verdwijnt natuurlijk omdat je al dat gras neerzet. Ja, dat is ook vervelend, hè? Nou ja, de plekjes die ik ben vergeten... Nou ja, niet ben vergeten, maar gewoon niet heb meegenomen... kunnen natuurlijk volgooien met rotspartijen. Dus dat komt allemaal wel dik in orde, joh. Komt allemaal goed. Tipje, zet de supports op supports on pads. Oh, dat kan je natuurlijk aanpassen, hè? Kijk, volgens mij kan dat ergens hier bij de settings. Je hebt helemaal gelijk. Moet ik even kijken waar dat precies stond. Automatic supports also allow on flat pad. Die moet ik hebben. En dan gaat hij dat nu dan doen? Of heeft hij dat nou niet aangebracht? Even kijken hoor. Allow. Ja. Hij doet nog. Was het hier? Supports. Oh, dan moet je deze doen. Ik zit helemaal bij het verkeerde. Als het goed is... Komen er hopelijk nou supports of niet? Ja, er komt wat. Wacht even. Volgens mij is dit goed. Volgens mij is dit goed. Denk ik. Blanco Matti zegt ja. Helaas zie ik hier geen supports. Maar het geldt dan dat het alleen op de paden is. Dus ik moet waarschijnlijk nog wel custom supports gaan toevoegen. Van sommige jazznummers word je een beetje zenuwachtig. Ja, dat klopt ook alweer. Daar ben ik het wel mee eens. Ja, je moet hem ook niet te hard aanzetten op de achtergrond. Gewoon een beetje relaxed. Een beetje jazzachtig. Even kijken hoor. Deze wil ik ook meenemen. Dit is een hoekie. Jonas vraagt, kan ik joinen? We gaan dadelijk wel even wat linkjes delen. En dan kan je in ieder geval lekker meebouwen. Nou ja, meebouwen met aan je eigen park natuurlijk. En je kan even hier gaan rondkijken natuurlijk. Maar niet durpen alsjeblieft. Je weet wat dat is, hè? Dat durpen. Ja, we weten het allemaal. We kennen het allemaal. Oké. Okay. Ik ga eens even gewoon naar de stream toe. Ik heb als het goed is een linkje. En die gaan we dan kopiëren. Wie zou er willen joinen? En dan heb ik het over de mensen die een subje hebben op mijn kanaal. Dankjewel Julia voor de follow. Even kijken hoor. Ik zie iemand en die heet Boyka Gaming. En die gaan we eens even een fluisterbericht sturen. Als dat lukt. Kijk, ik heb je een linkje gestuurd. Hou hem even voor je, dat linkje alsjeblieft. En Zak Chips, dankjewel voor je follow. En Zandloper 2000, superleuk dat je erbij bent. Welkom op mijn Twitch-kanaal. Mijn naam is Vincent. En vandaag spelen we Roblox. Ik ben je grootste fan, zegt Vicky Muis. Ja, slijmen helpt niet. Nee. Maar Flicky Muis, of Vicky Muis, je hoeft niet te slijmen, maar ik stuur je wel een linkje. Oké. Iedereen wil. Ja, dat snap ik. Falcon, zou ik jou ook gewoon even een fluisterberichtje sturen? Jij bent er elke stream bij. Als er iemand het verdient, dan ben jij het ook wel. Natuurlijk verdient iedereen het wel. Maar ja, weet je, jij bent wel ook een fanatiek speler. Je hebt me een hoop geholpen met video's in Roblox. Dus dan is dat gewoon hartstikke leuk. Sieger, zegt ook ik. Nou, dan krijg ik jou ook. Dan krijg jij een mooi linkje. Er zijn nog meer mensen die willen.
Even kijken. Ik heb een Avengers Park. Dat is mooi. Ik weet niet hoeveel mensen er kunnen joinen. Maar Anthony, ik stuur jou ook een linkje. En wie hebben we nog meer? Ivory van Boes. Die zullen we dan ook even een fluisterbericht sturen. Want die heeft net een subje verlengd. Super lief, dankjewel. Oké, ik heb een paar mensen een... ja, Falcon is al gejoined. Krijg je wel natuurlijk die lag spikes als mensen joinen. Dat is wel irritant. Hey Iris. Hallo, welkom. Welkom, welkom. Leuk dat je aanschuift. Hebben jullie vandaag ook lekker in het zwembad gelegen? Nou ja, ik wil niet zeggen ook in het zwembad. Ik heb vorig jaar wel een zwembad gekocht. Maar ja, die staat nog in de schuur, geloof ik. Niet al opgeblazen hoor, want dan wordt het een beetje een troep. Maar gewoon, gewoon normaal. Gewoon normaal. Deze komt daar. En deze komt hier. Zo. Ik vind die stenen zo mooi. Doen we dat hier ook nog eventjes. Ja, dat groen moeten we even overal toevoegen. Het is een beetje saai natuurlijk, maar het hoort er wel bij. Silverhead zegt, ik ben een vriend van Falcon. Nice. Maar je hebt geen subje. En ik moet een beetje, nou, niet streng zijn gelijk. Maar ik heb gezegd, mensen met een subje, die krijgen kans om te joinen. Ja. Even kijken, we hebben al 4 mensen erin. Ik heb het linkje wel meer gestuurd dan 4 keer. Voor de mensen die niet joinen dadelijk, die kan ik dan alsnog even een linkje sturen hoor. Even kijken. Maak een huisje waar je tijdens de lounge doorgaat. Nou, ik wilde eigenlijk, wat mijn idee was, en of jullie dat leuk vinden, laat het me weten. Een huisje is fantastisch, maar je kan ook een beetje de rotsen naar voren brengen. Of in ieder geval naar de overheen, zeg maar. Oké, ik ben aardig. Ik gooi het linkje gewoon lekker in de chat. En dan kunnen er 2 mensen gewoon joinen die geen subje hebben. Of misschien wel. Hoppakee. Anders vind ik het ook zo vervelend. Van, ja, jullie mogen niet, maar de rest mag wel, weet je. Dat doen we dan ook niet. Maar zorg ervoor dat je niet trolt. Dan ben ik al blij. Dus ik wil dit eigenlijk doen. Ik zal het even snel doen met deze stenen. Even een beetje globaal. Oh, dat ging niet goed. Kan deze nog eentje naar onder? Of komt hij dan er tegenaan? Nou, nee. Hij komt er net niet tegenaan. Oh, dat is echt heel toevallig. En dat is fijn dat dat niet gebeurt. Dat hij er niet tegenaan komt. Heel goed, heel goed. Oké, dan gaat deze omhoog. Kijk, het punt is, als je natuurlijk dit zo bouwt, dan moet je het natuurlijk ook wel een beetje ondersteunen. Dus we moeten sowieso even de rotsen. Kijk, nu gaat hij toch al door die baan heen. Dus we moeten even met u doen. Dat gaat niet. We moeten met remove, dan moeten we dat even zo doen. Ja, dit gaat niet, hè. Dit gaat niet. Nou, dat gaan we daar oplossen met wat anders. Ik zal het dadelijk wel even laten zien. Zo, dit gaat omhoog. Een kleine rots maken we hier. Niet super hoog. Zo. En dan hier. En dan sluiten we dat maar aan met dit, denk ik. Ja, dit is mooi. Dit is mooi. Yes, yes, yes. Kijk, dan gaat hij toch een beetje onder die rotsen door. En ik wilde eigenlijk zoiets maken. Dat hier gewoon een beetje donker. Hé, daar komt iemand aangelopen. Wie is dat? Hij heeft een strohoed aan. Vicky Muis, kijk nou. Hallo Vicky. Wat heb jij mooie hoeds op je hoofd. En een watermeloenmasker. Ik vind het een beetje een Gerard Jo. Een beetje toppers. De toppershoed vind ik dit. Ja, als ik eerlijk ben. En Boyka is gejoind. En Keki Monster, welkom. Hallo Vicky Muis. Ja, nou je hebt een leuk t-shirt. Ja, hartstikke gezellig. Hij komt even gluren bij de buren, om het zo maar te zeggen. Ik zal nog even wat rotsen pakken, want ik zal eens even wat laten zien wat ik graag wil doen. Het fijne aan Roblox is nu dat we ook nog eventjes... Zal ik even laten zien of dat lukt, weet ik niet. Ja, hoe deed ik dat vorige keer? Volgens mij moest ik dan... Oh, hoe deed ik dat nou ook weer? Ja, je kan iets met... Misschien met Falcon dat. Je kan dus een steen draaien. Maar ik weet even niet hoe dat moet. Ja, je kan een steen dus... Je kan een steen op zijn kop draaien. En ik weet niet hoe precies meer. Ik had dat vorige keer had ik dat geprobeerd met de rotation tool. Weet je dat nog, Falcon? Weet je dat toevallig? Shift indrukken. Ja, met shift kan je omhoog en omlaag. Even kijken hoor. Ja, je moet hem selecteren en dan shift. Ja, je kan natuurlijk... Kijk, dit kan je wel doen zo. Dat is hartstikke mooi. Maar je kan ook je kan hem draaien, zeg maar. Met een rotation. Eens even kijken waar dat kon nou ook weer, hoor. Volgens mij Precious mode. Wacht even. En dan klik je dus. Kijk, stel je voor, ik lok hem nu. Met control duw hem omhoog. Ja, let op, hè. Let op, hè. Wat er gebeurt. Oké. Zo.
Kijk, en nu krijg je dit. Dit is een beetje die Planet Coaster vibes, hè? En dan kan je deze om naar beneden gooien. Natuurlijk even... Ja, je kan hem helemaal plaatsen hoe je wil. En dan plaats je hem, dan druk je volgens mij gewoon op midden of zo. Of deze, confirm. En dan als het goed is, staat nu die rots die je net hebt geplaatst, staat nu op zijn kop. Zie je? Dus daar kan je hele leuke dingen mee doen. Is dat niet met R? Nee, dan moet je die, wat ik net zei, dat is nieuw erbij gekomen. Dat is een van de, nou ja, niet nieuwere updates, want het is alweer een tijdje in Roblox. Maar kijk, dat is dus dat je dan die priestjes, of hoe heet dat? Wacht even, dat moet je aanvinken, dat is in het begin. Jongens, we gaan niet trollen, hè? Je gaat lekker... Hey, een rolstoel. Oké, dat is apart. Wat heb jij nou voor gezicht? Oké, dit is echt zo'n soort van voetbalspeler poppetje hoofd. Vind je niet? Nee, maar jullie kunnen hier een beetje gaan derpen. Maar zouden jullie ook even lekker gewoon naar je eigen park willen gaan? En misschien kom ik dadelijk dan wel even langs, ja? Ik was hier al bang voor dat dit ging gebeuren. Dat mensen continu bij me gingen lopen. Het is zo gezellig, maar ja, ik wil even verder bouwen. Dus ja. Als jullie misschien je park gewoon even openen zelf, dan misschien dat ik daar nog wel even kom kijken dan. Is dat nieuw? Dat ken ik niet. Ja, dat is zeker nieuw, ja. Dat is zeker nieuw. Even kijken, wat is de teaming van daar ongeveer? Want die teaming wil ik meenemen naar daar. Nou ja, het is eigenlijk voornamelijk wel kleine boompjes, hogere boompjes. En dan ook veel rotsen. Ik heb echt veel rotsen geplaatst. En dan kan je ook hier zien, vooral ook van die schuine rotsen. En dit ziet er, ja, dit vind ik echt heel mooi. Als we deze teaming toevoegen, heel veel van deze heb ik toegevoegd, van die blokken ook. En van die schuine rotsen. En dan krijg je dit echt, die kleine laagjes. Een beetje die soort van Big Thunder Mountain laagjes. Maar dan, die passen in dit gebied. Even kijken, even uitzoomen. Dan zien we hiernaast ook echt een, wow, een achtbaanpark. Niet normaal, echt leuk. Hey Inge, hoe is het? Inge! Ja, ik moet dat priestjesmodem ook even uitzetten. Want dat werkt niet helemaal lekker of zo. Ja, het werkt wel, maar ik moet dan even use precision mode. Die moet je dan uitdoen. Dan bouw ik net even wat sneller. Kijk, stel je voor, we maken dit even laagjes. En dan zie je al wat er gebeurt natuurlijk. Maar ja, wat ik al zei, je moet er rekening houden dat je niet te veel details op elkaar bouwt. Want wat krijg je dan? Even wacht hoor. Deze moet no snapping trouwens. En dan moet deze op 1125. Kan je net even wat beter draaien. Ja, want dan kan je niet te veel objecten bij elkaar doen. Ik geloof dat je 8 objecten op 1 blokje kan plaatsen. Ja, 1 blokje is dan gewoon... Nou, dit eigenlijk. En hier zou ik dan niet meer dan 9 extra stenen op kunnen plaatsen. Spaghetti parkie. Het lijkt bijna op een spaghetti park. Ja, inderdaad, ja. Hey Henkoza, hoe is het, vriend? Gaan we binnenkort weer lekker een phasmophobia doen. Misschien als het iets minder warm is buiten. Ja, want ik denk als ik mijn hartslagmeter omdoe met het weer, dat mijn hartslag zo hard gaat. Ja, je hart pompt namelijk sneller wanneer het warm is. Ik had dat vorige keer gemerkt toen het Spaans benauwd was in mijn kamer. Was mijn hartslag echt makkelijk boven de 100. Ja, is niet erg, maar mensen denken dat ik continu in shock zit. Vincent, gaat het wel goed met je? Nou ja, het is gewoon warm. Oké. Als het minder warm is, ik zit nu in een sauna. Ja, lekker is dat, hè? Dat je gewoon, zeg maar, dat je gewoon ijs in een kom doet. Zeg maar gewoon lekker aardbeienijs. En dat je dan boven komt op je kamer en is gewoon een complete milkshake. Ja, je hoeft niet eens te mengen met elkaar. Je kan gewoon lekker gewoon doordrinken. Het is gewoon vloeibaar geworden. Oh, heerlijk liedje. Kijk, wat ik nou hier wil doen, is bijvoorbeeld wat ik al net zei. Kijk, deze doen we wat lager. En die gaat dan door die rots heen. En dan zie je al wat er gebeurt. Ja, dit is fantastisch. En als we met dat schuine gaan werken, dan wordt het heel mooi. Ik moet je wel eerlijk zeggen, het is altijd wel lastig met bouwen, hoor. Als je in de hoogte inbouwt en ook met de camera, dat is altijd even een beetje knoeien. Maar met linker control en linker shift, dan kan je in principe wel hele mooie dingen doen. Echt hele leuke dingen. Zo, deze gaat daar. En dit zijn ook leuke, dit zijn die primitives. Die primitives, die werken fantastisch. Zo. Kijk, nu is het allemaal blauw. En dat ziet er niet zo mooi uit. Maar dadelijk als we dat gaan kleuren in rotsvorm, dan ziet dat er natuurlijk veel en veel beter uit. We hebben hier, als het goed is, ook eventjes kijken. Wat kunnen we nog meer gebruiken? Ja, deze, die wedge. Die wedge, die kleine wedge. Die loopt lekker schuin. Hey, Daanpaan. Shippy ontgrendeld. Ik hoorde net geen Shippy. Hebben jullie een Shippy gehoord of is dat mij ontgaan net?
Oh jee. Dat zou niet mooi zijn als dat niet werkt natuurlijk, hè? Even kijken, hebben we nog een kleine wedge? Of is dit de grootste? Of de kleinste die we hebben? Ik hoop dat we nog een kleintje hebben. Deze. Ja, deze is kleiner. Nee, niet gehoord. Oh jee. Oh jee. Misschien ligt die dienst eruit of zo. Normaal hoor je natuurlijk die geluidjes te horen. Sheepie. Zo. Ja, dit schuine moeten we hebben. Juist, juist, juist. Kijk, dat schuine kan je overal heel mooi aanbrengen. En dat ziet er echt fantastisch uit hoor. Dat is echt leuk. Dan kan je het heel mooi ja, een beetje afvlakken of zo. Hij werkt niet. Nou ja, bespaar je kanaalpunten dan bij deze. En voer geen shippy commando's uit of whatever. Doe dat gewoon lekker niet. Bespaar je puntjes voor de volgende keer. Ja, dit is gaaf, dit is gaaf. Oké, het liefst laat ik hem ook even met een dunne paal ondersteunen. En die paal, dat is dan gewoon een kubusblok. Ik pak liever een lange. Ik weet niet of we een lange kubus hebben. Ik denk dat die er wel bij zit. Moet je kijken hoeveel voor mij meer dan 30 of bijna 40. Nou, het zal meer dan 40 zijn. Van die hele mooie blokken die je kan gebruiken. Van hele dunne palen tot aan echt mini dunne palen. Maar ik zoek eigenlijk een wat dikkere. Ik denk dat die aan de andere kant staat. Even helemaal scrollen. Je kan beter met je muis scrollen. Gaat iets sneller. Botst de trein niet tegen die ene steen aan? Nee hoor, kijk maar. Nee, 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 nee. Dat gaat niet gebeuren. De veiligheid van de bezoeker staat op nummer 1. Dus geloof me, daar ga ik voor zorgen dat dat niet gebeurt. Absoluut. Oké, deze gaat eronder. Nou, dit gaat allemaal prima. Trouwens, moet Nederland nog voetballen of zo? Ik volg namelijk... Ik ben niet echt een fanatiek voetbalkijker. En nou wil ik graag weten... Speelt Nederland nou morgen of vanavond? Morgen. Oh, oké, okay, morgen. Ja. Ik heb dus begrepen dat Nederland dus... dat ze minimaal 2 van de 3 wedstrijden moeten winnen. En dan gaat het goed. Ja, dus 2 van de 3 wedstrijden moeten wij gewoon gaan knokken. En ik heb gehoord dat er een team komt. Is het Macedonië of zo? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, er komt een team en die is niet zo heel goed. Dus als we daarvan gaan winnen, dan zijn we gewoon... ja, dan zijn we door naar de volgende ronde. Dus dat zou mooi zijn. Nederland moet morgen. Ja, ik hoorde zoiets. Ja, ik volg het niet helemaal. Ik heb de eerste wedstrijd ook niet gevolgd. Ik zat volgens mij de E3 te kijken. Ja, jongens, even serieus. Even tussen ons. Er worden zoveel games aangekondigd momenteel. Het is niet normaal. Het is echt niet normaal. Maar ik vond de Nintendo-aankondigingen vond ik allemaal maar matig, hoor. Ja, die nieuwe Mario Party is natuurlijk fantastisch. Dat is een ding wat zeker is. Echt, echt geweldig. Tuurlijk is dat geweldig. Maar ja, hallo. Ja... Dat was volgens mij echt voor mij het hoogtepunt. Ik zag een of andere Wario-game. Nou, dat zag er niet uit. Ik vind het jammer dat de meeste games op Nintendo er heel erg indie uitzien. Dat is gewoon een beetje de stijl van de Nintendo, denk ik. Kijk, zo'n spel als Zelda, dat is dan misschien wel weer een beetje... Dat vind ik dan wel weer meer next level dan die indie-games en zo. Zijn jullie het daarmee eens of niet? Ja, ik vind dat zo jammer dat we daar zo weinig games van hebben dan. Het zijn heel vaak van die arcade-spelletjes. Dat ik denk van... Ja... Waarom zijn er zoveel spellen aangekondigd? Waarom? Het zal allemaal wel leuk zijn, maar volgens mij zijn er al genoeg van die indie games. Echt genoeg. Kom gewoon met wat anders. Maar ja. Waren Nintendo aankondigingen? Die heb ik gemist. Ja, er komt een... Sorry voor de spoiler, maar er komt gewoon een nieuwe Mario Party. Er komt gewoon met 100 nieuwe minigames. Ik ben echt wel hyped, want ik ben echt een zwaar groot fan van de Super Mario Party games. Dus... Als die uitkomen, gaan we echt wel veel streams ermee maken. En ook gelijk een online functie. Niet dat na 2 jaar in één keer een update komt van... Ja, je kan online spelen nu. Ja, dat is dan gelijk online. Gelijk wanneer die game gelanceerd wordt. Kan je lekker aan de slag met online. Nou, dat is natuurlijk veel beter. Veel en veel beter, uiteraard. Zo, deze komt daar. Zo, deze gaat een beetje schuin. We gaan even die grote blokken gaan we toevoegen. Dit ziet er toch al veel beter uit, of niet? En dan gaan we even een andere rots pakken. En als het goed is, staat hij hier wel ergens verstopt. Ja, deze. Pam, padam, pam, pam, padam, pam. Zo, hé, hey, dankjewel voor de follow van Rancy Boy. Met nog ook van die mooie getallen erachteraan. 36, kijk. Mooi zo, welkom, bedankt voor je follow. En laat wat van je weten in natuurlijk de chat. Want daar gaat het ook uiteindelijk om, vind ik. Kijk, deze gaan wat zakken.
En dan krijg je echt die hele toffe rotsen. Ik vind het nog een beetje saai, dat boomstronkje zo. Dus dat gaan we dadelijk nog een klein beetje meer aanpassen natuurlijk. Zo. Ik heb vandaag een wespennest moeten weghalen. Oei, dat is natuurlijk niet echt het leukste beroep wat je kan kiezen. Of het leukste hobby. En dankjewel Simeon Arts voor je follow. Leuk dat je erbij bent. Ik moet dat blauw nog dadelijk even kleuren. Dat komt goed. Geen haast, geen haast. Zo. Padam, padam, pam, padam, pam. Is dit een nieuw park of nog altijd Fairy Tale Garden? Dit is nog steeds mijn park, maar ik ben helemaal in de hoek aan het bouwen. Jazeker. Ik heb vandaag moeten studeren voor mijn examens. Kijk, dat hoort erbij. Ja, met de nadruk op moet natuurlijk. Hè. Geloof me, het is altijd fijn om gewoon lekker je examen te halen. Gewoon lekker, hè, gewoon lekker dat... Ja, en dan die spanning van word ik gebeld of word ik niet gebeld. En misschien word je wel gebeld en dan zeggen ze, je bent geslaagd. Ja, ik weet nog goed dat ik in Rotterdam liep. En ik kreeg een telefoontje op mijn mobiel. Hé hey Vincent, ik wil je laten weten dat je geslaagd bent. Oké, ik ben blij. Ik was zo blij. Want kijk, je twijfelt altijd wel een beetje, weet je. Je doet je best, maar er is toch nog altijd enigszins een soort van lichte twijfel. Omdat je niet... Ja, je kan wel heel enthousiast worden, maar er is altijd nog wel een soort van... Maar. Er is een maar. Als het niet goed gaat, wat dan? Je weet maar nooit, toch? Oké, we maken hier dus laagjes, waardoor die blokken eigenlijk een soort van wegvallen. Dat moet je ook hebben natuurlijk. Kijk, we kunnen hier ook een beetje een laagje maken. Dan hou je gewoon de shift ingedrukt, zodat je op dezelfde hoogte zit. En dan maak je hier gewoon een bochtje in. En dan kun je hier altijd nog een verhoging maken. Kijk, dan heb je toch een soort bocht. En we kunnen altijd nog variëren door nog een paar van die leuke stenen er tegenaan te gooien. En dan is dat nog mooier. Ik had dat vorige week donderdag, kijk. Ik wil hier nog mee toevoegen. Wat kunnen we nog meer toevoegen? Misschien ook van die tonnetjes natuurlijk. Maar er moet ook nog een groene laag overheen. Dus dit gaan we sowieso wat omhoog gooien. Groene laag is zeer belangrijk. Ik had eigenlijk dat eerder moeten doen. Hou shift ingedrukt. Zo. Hoppakee. De ene keer een wat dikker laagje en de andere keer een wat dunner laagje. Zo. Een kampvuur ze rijden. Oh, dat klinkt heel erg leuk. Zag ik net iemand onder mij? Zag ik net iemand onder mij lopen? Daar? Ja hoor, kijk, daar komt iemand. Vicky Muis. Ja, maar hij moet wel uitkijken. Heb je je bouwwerkschoenen aan? Ja, heb je stalen neuzen? Ik heb geen zin dat dadelijk iets op je vingers komt, hè? Op je tenen bedoel ik. Daar ben ik verantwoordelijk. Ja. En wat je ook aan moet is een helm. Je hebt geen helm op. Je hebt een strohoed, maar dat geldt niet onder mijn veiligheids... waarden. Kijk, we maken eerst de basis. Doen we gewoon even groene laagjes. Sowieso om het een beetje groen te maken. En dan kunnen we daar ook nog misschien wat fijns eroverheen hangen. Ik weet niet of dat een slim idee is om hier fijns overheen te laten hangen. Maar ik denk dat het er wel heel mooi uit gaat zien dadelijk. Padam, 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 pam. Dat gras is heel hard. Ja, nee, tuurlijk. Dit is stevig gras. Tuurlijk. Absoluut. Wat denk jij dan? Maar door dat groen wat ik nu erop plaats, krijg je een beetje dat Mario-gevoel. Ken je dat? Dat Mario-gevoel? Met die laagjes? Met die blokjes? Hé, hey, Epper. Dankjewel, Epper, voor je follow. Welkom. Leuk dat je aanschuift. Hopelijk heb je een lekker glas met koude limonade en een lekker ijsblokje erin. Want ik kan dat wel gebruiken, dus kom hem vooral even brengen. Geen probleem, geen probleem. Even kijken, hoe gaan we dit nou doen? Ik denk gewoon hier zo. Ja, dan glitcht. Nou, glitcht dat niet, maar dat gaat er gewoon lekker doorheen. Hier gaan we ook een klein graslaagje opbrengen. Zo. Nou, dat groen is mooi, absoluut. Kijk hoe dit oogt nu al, hè. Kijk, een heel ander gezicht. Heel gaaf, heel gaaf. Ik zal even kijken wat ik daar heb gedaan aan de andere kant. Want dat is natuurlijk een beetje de vaste teaming, hoe ik dat hier heb gedecoreerd. Nou ja, precies hetzelfde eigenlijk. Vooral met die boogjes, dat ziet er waanzinnig uit. Ik heb hier namelijk de wagen in gemaakt. Met wat lampjes ook, extra donker. Oh, even springen. Ja, over het algemeen moet dit natuurlijk ook nog meer aangekleed worden. Want dit is echt zo kaal als maar zijn kan. Dus dat gaan we dan dadelijk doen. Hé, hey Nathan, hoe is het?
is al 100.000 euro bezorgkosten, Vincent. Erg goedkoop, toch? Ik vind dat een mooie prijs. Ja, ik vind dat een prachtige prijs. Padam, 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 pam. Is het nog steeds jazz? Heb ik niet even een andere playlist? Nee, dit is de comedy playlist. Dus als het goed is, krijg je ook gewoon andere muziek zoals je hoort. Even kijken, ik heb nog geen kampvuur gezien. Ja, oh, daar, daar, daar. Ja, kijk, dit is het kampvuurtje. Ik wil taart. Ik heb een probleem. Maar jullie moeten even zeggen of het storend is. Ik moet even mijn airco aandoen, maar die gaat een beetje herrie maken. Als het echt heel irritant is, laat het me even weten in de chat, alsjeblieft, oké? Okay? Hey, Epper zegt, sinds wanneer stream jij? Al heel veel maanden. Heel veel maanden. Waar moet het kampvuur doen? Want ik ben bang als je het hier plaatst, dat je dan hele warme voetjes krijgt. Het kan wel zo'n kampvuurtje daar. Oké, wat een herrie, zegt Bessel. Is het heel erg? Ja, het moet eventjes aangedaan worden, want het is hier echt een sauna. Het is echt niet normaal. Ik hoor bijna niks. Oh, gelukkig. Daar ben ik heel blij om. Want ja, het lijkt me best wel irritant om dat de hele tijd te horen. Maar goed, heel erg lief dat jullie eventjes mij daarbij helpen. Dankjewel. Doe een ventilator aan. Nou, die staat al aan. Maar geloof me, twee felle lampen op me, twee beeldschermen hier. Dat zorgt voor lekkere warmte hier. Absoluut. In de winter, dan vind ik het heerlijk om te streamen. Dan zet ik al mijn apparatuur aan. Mijn Xbox gloeit dan. Alles gloeit hier. Heerlijk. En dan zit ik het liefste met mijn voetjes dicht bij de computer. Ja, lekker warm. Je hoort hem wel, maar het is niet storend. Oh, gelukkig. Daar ben ik blij om. Kijk, Falcon, kom even koekeloerissen. Falcon. Het is dat... Falcon, zou je misschien mee willen bouwen? Een beetje, ja. Falcon heeft wel eens meer gebouwd aan mijn projecten. Zou je het mee een beetje willen helpen als je wil? Even kijken wat hij zegt. Ja, normaal doe ik eigenlijk heel het park altijd alleen. Maar misschien een kleine uitzondering. Als je dat graag wil. Nou ja, bij jou maak ik altijd een uitzondering. Bij Falcon maak ik oprecht... Ik geef nooit iemand anders bouwrechten. Enkel Falcon. Omdat ik dat gewoon een keer met hem heb afgesproken. Van joh, het is het leuk om misschien jou een paar keer mee te laten doen. Zeg maar wat ik moet doen. Nou ja, een beetje mooie, iets moois bouwen of zo. Kijk maar hier. Beetje die rots aankleden of zo. Kijk maar. Details. Ja. Bam, 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 bam. Kijk maar. Leef je uit. Maak maar iets moois. Ja. Je mag je helemaal uitleven. Leuk is dat. Dat is ook het leukste, een beetje uitleven. Ik vind als je op commando iets moet bouwen, dat kan ook uitdagend en leuk zijn. Maar ja, je kan beter gewoon lekker wat je denkt van, nou, dat gaat mooi staan. Of dat, hè, dat oogt dadelijk prachtig. Vicky Muis, zou je een beetje niet zo heen en weer willen springen hier? Dat had ik namelijk net gevraagd ook. En elke keer doorvragen wat je ook al in de chat deed. Dat is niet zo... Dat is een beetje storend. Ik doe dit niet graag, maar ik kik even Kikkie Muis. Het is gewoon... Ik kan daar niet zo goed tegen. Ja, ik kan je niet kicken. Ik weet niet hoe dat moet. Player kick of zo? Ik weet niet hoe dat moet, joh. Kick. En dan Kikkie Muis, volgens mij. Ja, oké. Dan kan er iemand anders voor in de plaats komen. Ik weet niet of iemand een linkje hebt. Ja, kijk. Iemand heeft een linkje. Ja, ik heb dat oprecht even door aangegeven natuurlijk. Hè. Ik heb dat oprecht even gezegd van, jongens, als je joint, ga niet de hele tijd bij me hangen. Dat vind ik irritant. Beste opdrachtgever mooi ooit. Maak wat moois. Ja, oh ja, ik wilde nog... Ik ben helemaal vergeten te zeggen. Maar als je hier uit deze grot komt, dan moet je dus hier even door in een grot gaan. Dit wordt ook nog een grot. En dan kom je dus hier uit bij het gebied. En waarschijnlijk wil ik achterlangs... Dus dit pad wil ik achterlangs brengen. En dan wil ik hier misschien nog even een themagebied gaan maken in de hoek. Hoogstwaarschijnlijk met een waterattractie. Een waterachtbaan. Echt een groot project. Een soort tempelproject, denk ik. Iets met een tempel. Een Inca iets, denk ik. Ja. Hey, te gekke Jonko streamer. Dankjewel voor de follow. Kijk hoor, dan doen we dit in de hoenkies.
krijg je wel dat lelijke streepje te zien. Maar dat streepje kunnen wel weer een beetje wegwerken met andere spulletjes. En Falcon, heb je al ideetjes? Misschien zit hij al een beetje te bouwen. Even kijken wat hij aan het doen is. Even gluren. Oh ja, tonnetjes daar. Oh kijk, leuk. Ja, 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 leuk. Dit soort dingen. En ik zie dat je iets doorheen laat steken. Nou ja, prima. Ik ben benieuwd. Oh, misschien maak je een holletje. Dat je dan dit zwart maakt of zo. Dat het een holletje is. Ja, een muizenholletje of zo. Hoe noem je op Roblox? Nou, ik accepteer geen friend requesten. Dus het heeft niet zo'n zin om mij toe te voegen. Ja, sorry. Ik heb dat al, denk ik, 2 of 3 jaar geleden ben ik daarmee gestopt om mensen te accepteren. Yes. Helaas, helaas. Kijk, deze doen we hier. En deze komen een beetje daar. Een beetje breder maken. En pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Leuke muziek altijd. Even kijken, we kunnen nog die wedge gebruiken die schuin gaat. Dit vind ik ook een hele mooie. Als we deze gebruiken, ja. Ja, je kan echt met die rotsen, geloof me, kan je echt super, super mooie dingen maken. Maar echt, echt hele mooie dingen. Dit kunnen we ook als gras maken, hè? Dat dit een grasplaat wordt. Ik wil je park bezoeken, zegt IJsmeester. Nou, dan kun je misschien dadelijk wel even regelen. We zijn al niet klaar met de stream, dus wellicht dat je dadelijk dan lekker kan joinen. Hey, stuk Matty, welkom. Ja, kom even gluren. Oh ja, die bosjes moeten we ook nog even een andere kleur geven, denk ik. Of dat donker, dat lichte groen staat misschien ook wel heel mooi. Dat weet ik niet. Even kijken, deze breng ik hierop aan. Deze komt dan hier te staan. Weet je wat? Dit ga ik gewoon even rondbrengen. Dus zo. Yes. Nou, deze is ook vet. Kijk, die kan ik hierop plaatsen. Lekker een steentje. Ziet er mooi uit. Krijg ik als compliment in één keer. Nou, dankjewel. Dat is lief. Dat vind ik aardig. Ik doe mijn best om het zo mooie... Vincent, als je de Advanced Editor aan zet, dan kan je nog meer gedetailleerde bouwen. Ja, nee, klopt. Je hebt gelijk. Dan kan je het ook omdraaien en zo. Ik weet het. Dan kan je echt heel veel details toevoegen. Dat klopt. Dat klopt zeker. Maar ik doe het nu even op deze manier. Zo. Kijk, en als je dat dan gewoon pakt en je doet rock. Kijk, dan kan je hele leuke dingen erbij toevoegen. Zo, dan maak ik ook even rock. Zo. Even al dat blauw weghalen. En zo zie je maar weer hoe een attractie eigenlijk met details tot leven komt. Falcon, wat is hij aan het maken? Oh, kijk nou. Met zwart inderdaad. Oh, dat is vet. Wauw. Ziet er goed uit. Is het met lijm al vastgeplakt? Oh, krijgen we de lijm weer. Was leuk, hè? Ik heb trouwens goed nieuws. Operateur is voor mij en ook voor zichzelf natuurlijk nu bezig met het nieuwe project. Hij heeft alle stenen besteld. Hij gaat nu kijken of het lukt om het goed in elkaar te zetten zonder problemen. Als dat lukt, dan gaat hij de instructies sturen naar mij. Kan ik de spullen gaan bestellen. En dan kunnen we gaan beginnen. En ja, dat worden echt heel veel streams. Ik denk dat we sowieso misschien wel... Ja, hoeveel streams zullen we bezig zijn? Ik denk minimaal 3 streams. Ik denk misschien nog wel meer. Ik gok zelfs dat we 4 streams bezig zijn met het bouwen van het Efteling project. Ja. 3 zondagen. Ja, 3 of 4. Klopt. Zo. Kijk, dit is mooi met die laagjes. Dat maakt het zo vet, hè? En dan wil ik hier tussen een beetje meer groen plaatsen. Dus ik pak heel even wat aan de overkant. Heb ik als het goed is van die bosjes ook neergezet. Even kijken, even loeren hoor. Waar staan die bosjes? Deze? Dat zijn sowieso die ronde. Oh, is dat met sneeuw op de bovenkant? Oh nee. Ik wil misschien de Toren van de Vliegende Hollander gaan kopen. Hou daar rekening mee dat dat een hele dure set is, hè. Dat als je dan die set voor 5 euro koopt, instructie, dat je dan nog heel veel geld kwijt bent aan alle onderdelen, alle stenen. Ik weet niet hoeveel precies, maar ik dacht 120 tot 150 euro, dacht ik uit mijn hoofd. Ja, hou daar rekening mee. Nou, je ziet natuurlijk wel bij de instructies hier staan van, joh, het is maar 5 euro. Maar dan krijg je niet al voor 5 euro al die stenen erbij natuurlijk. Dat zou wat zijn, als je voor 5 euro
meer dan 2000 stenen zou kunnen kopen. Ja, ik geloof dat die Vliegende Holland, dat is echt bijna ja, meer dan 2000 stenen. Hè? Dus dat zijn behoorlijk veel dingen. Zo. Kun je langsgaan naar andere parken? Ja, over een uur. Nee, als we een uur aan het streamen zijn. Dus over 13 minuutjes gaan we even kijken bij andere parken. Dus mocht je in mijn kanaal zitten of in mijn server, dan kan je gewoon lekker, ja. Binnenkort gaan we ook even wat meer gebruik maken van Discord. Oftewel, als je dan lekker in de wachtrij komt, de wachtrij, zeg maar, van Discord, dat je dan misschien gesleept kan worden door mij en dat je dan lekker kan meekletsen in de stream. Dus hou dat in de gaten. Join even via Discord. Kan met uitroepteken Discord. En gedraag je, dat is het enige wat we eigenlijk van je verlangen. Gewoon even een beetje regels lezen. Het zijn niet zo hele rare regels of zo. Daar komt iemand. Het is een raket. Hallo raket. Die komt te verloeren. Raketje. Dat vind ik leuk. Kijk. Allemaal kleine extraatjes, vernieuwingen op het kanaal. Wat meer gebruik maken van Discord. Wat heeft hij gemaakt allemaal, Falcon? Even kijken. Oh, je bent iets met triggers aan het doen, geloof ik. Druk eens op een knop. Op een knop. Hoe bedoel je? Druk eens op de knop. Oh, de knop. Op deze? Oké, daar komt hij. Button. Oh! En dan? Hij blust het vuur. Is dat de bedoeling? Oh. Het zou wel vet zijn als dat vuur dan ook uitgaat. Oh, wat cool, joh. Alsof die brand blust. Gaaf, leuk gedaan. Oké, voor de mensen die een onderrijd willen maken, kom dadelijk even langs mijn park. En dan gaan we allemaal even instappen, toch? Kampvuur kan je niet triggeren. Oh, oké. Okay. Dus mochten jullie een ritje maken en je bent in de server, kom dan even naar de achtbaan toe. En dan druk ik dadelijk even op start. Kijk, nog wat tonnetjes plaatsen hier. Even wat decor nog toevoegen. Even wat kratjes. Die muziek ook, hè? Zo. Barrels. We kunnen niet zonder barrels. Wat kunnen we nog meer voor teaming toevoegen? Misschien Falcon weer nog meehelpen met wat aankleding ook. Gewoon wat scenery hier zo. Ik weet niet wat we precies kunnen toevoegen. We hebben wel. We hebben natuurlijk... ja, wat past hier eigenlijk bij, hè, bij dit thema? We hebben natuurlijk ook van die andere doosjes. Van die wooden boxen. Misschien kan ik die hier toevoegen. Zo. Hoe kan je joinen? Ik heb een link toegevoegd. Ik kan die link even hier plaatsen. Maar de server zit vol. Zodra er iemand uitgaat, kan je proberen om erin te komen. Maar het is altijd wel lastig natuurlijk. Kijk dan die details. Het ziet er wel heel gaaf uit. Alleen, misschien moet ik hier ook nog even een ondersteuning gaan plaatsen. Eentje extra nog, denk ik. Wacht, ik ga het even proberen hoor. Misschien gaat het niet mooi zijn. Maar dan ga ik gewoon net zo lang door totdat het wel mooi eruit ziet. Hey Kibi! Oh, die watertoren. Oh, sorry. Dan ben ik helemaal door je gebouw heen aan het... Sorry. Ik wilde hier nog één kleine ondersteuning plaatsen gewoon. Sorry, Falcon. Maar het kan wel, hoor. Het kan wel. Zo. En dan aan die zijkant, want dit is natuurlijk allemaal vierkant, gaan we het dadelijk allemaal een beetje mooi maken, hè? Dat snap je wel. Oh, wat gaaf. Hij maakt al iets van ondersteuning. Vet, 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 vet. Oké, dan ga ik even die rots met elkaar verbinden. Mooi geluid van je microfoon. De airco staat even aan. Sorry. Ja. Sorry. Maar het is echt heel warm. Ik moet hem gewoon even aandoen. Anders heb ik het echt Spaans benauwd hier. Dus daarom alvast mijn excuses. Ik moet nog even mijn microfoon een beetje goed instellen dat hij dat geluid niet opvangt. Maar ik moet even uitzoeken hoe dat werkt precies. Ja, maar sorry ervoor alvast. Sorry. Als het echt heel storend is, dan moet je het even laten weten. Want dan doe ik hem af en toe gewoon even uitzetten. Maar als je ermee kan leven en denkt van... Nou Vincent, ik gun het jou wel even die koele lucht. Dan zou ik dat waarderen en dan laat ik hem gewoon aanstaan.
Ik heb toch al een zweetrug, dus het kan niet, meer heel erg worden. Maar ja, beter voorkomen dan, hè? Ja. Pa-pa-pa-da-pa-pam. Da Vinci-ijs, ja. Ja, zoiets, ja. Even kijken, hier nog een paar van deze laagjes. Kijk, die komt dan hier. Zijn jullie allemaal een beetje klaar voor een ritje? Want dan gaan we hem gewoon even testen natuurlijk. Bedankt voor je follow. Appelsap. Oeh, lekker appelsappie. Ik moet je zeggen, ik was vroeger heel erg verslaafd aan appelsap. Ik vond het heerlijk. En toen op een gegeven moment werd ik heel misselijk van. Vond ik het helemaal niet lekker. Maar af en toe appelsap vind ik echt... ja, vind ik wel lekker. Oké, als jullie allemaal klaar ervoor zitten... dan ga ik hem even testen. En dan kunnen jullie gewoon een ritje even meemaken. Kijk, daar gaan jullie. Veel plezier. Kijk. Oh, Matty is uitgestapt. Oh, er zit ook iemand achteraan natuurlijk. Echt heel die trein zit ook vol met alle mensen die gewoon ook in het park hier zijn. Wat superleuk. Daar gaat hij hoor. Wee! Lekker baantje hoor. Of niet? Lekker vloeiend ook. Zonnetje erbij. Hop. Custom made met advanced tool items. Of hoe noem je dat? De advanced builder heb ik dit gemaakt. Daardoor kan je alleen maar deze achtbaan zo maken. Ik kijk altijd jouw video's van Spreizenspark Freudenthal. Kijk, dat is leuk om te horen, dankjewel. Ja, er komen weer een hele toffe aflevering aan. En ik weet dat het tof wordt, omdat ik namelijk echt een hele leuke verrassing heb. Wat ik ook weer niet kan verklappen, maar je hoeft niet heel lang te wachten om daar achter te komen wat het precies is. Dus houd het in de gaten bij Spreizenspark Freudenthal. En dan ga je het vanzelf zien wat er allemaal gebeurt, jongens. Het is echt al hilarisch. Nou, hilarisch. Het is, ik heb het nog nooit eerder gehad in het spel. Dus ja, maakt het denk ik hopelijk wel unieker. Hey, Jack van Gelder, dames en heren. Hallo, Jack van Gelder, dames en heren. Trouwens, we gaan ook op Instagram bijna naar de 10.800 volgers. Dus mocht je mij ook nog niet volgen op Instagram... zou ik heel erg tof vinden als je een uitroepteken Insta doet of uitroepteken Instagram. En ik wil binnenkort nog eens een keer een giveaway gaan doen of zo. Dat heb ik al lang niet gedaan. Ik vind het gewoon leuk om mensen een beetje blij te maken met een cadeautje of wat dan ook. Misschien wel leuke Da Vinci merch of zo. Een vet t-shirt. Ik heb wel zin om gewoon een vette t-shirt op te sturen of zo. Of dat ik dat als winactie doe. Ja. Wat zeggen jullie daarvan? Is dat een leuk idee? Gewoon een Da Vinci game... gewoon een t-shirt gewoon of zo. Gewoon een heel lekker spontaan idee. Ik kreeg in één keer in mijn hoofd. Ik denk, waarom niet? Zeker, zeker. Nou, dan gaan we dat toch gewoon een keer doen. Dan gaan we dat toch regelen. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat je me volgt op Instagram. Met uitroepteken Instagram. Of uitroepteken Insta. En dan moet je mij gewoon volgen met... uitroepteken, Insta en dan gewoon... ja, gewoon even followen. Gewoon even followen, meer niet. Ja. Of je zoekt mij op Instagram met @davinci. Stel, dat kan natuurlijk ook. Kijk, als we hier nou even een tonnetje op zetten. Zo. Lukt het, Falcon, jongen? Wordt het al een beetje mooi zo? Je bent allemaal effectjes aan het toevoegen. Heel gaaf. Jazeker, zegt hij. Kijk, leuk. Je hebt al ondersteuning toegevoegd van hout. Heel tof, heel tof. Ja, vooral dat het begin echt mega vet eruit ziet. Gewoon dat het echt mooi geteamd is hier. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dus vooral het begin even helemaal aankleden. Dat we dat in ieder geval gehad hebben. Misschien kan je een klein riviertje maken. Een riviertje als in hierin. Of, want dat is lastig natuurlijk. Omdat we hier al een soort van meertje hebben. Hier gaan we ook nog wat groen toevoegen. Hoe meer groen, hoe beter. De off-rise shots zijn ook wel gaaf. Kijk, goed om te horen. Ja, het is een hopelijk een mooie baan. Het einde heb ik vooral echt lopen knoeien. Daar kwam ik echt niet over uit. Ik snapte het helemaal... Nou, ik snapte het niet hoe ik dat wou gaan doen. Hoe dat vloeiend liep en zo. Maar dat is nu wel gelukt. Redelijk gelukt. Dus ik ben nu wel heel erg tevreden met het einde van deze baan. Zo. Statue in mijn park. Ja, even kijken hoe lang zijn we bezig. Nog 5 minuten en dan kom ik de andere parken bezoeken. Dus ja, kom gewoon lekker in je... Ga gewoon naar je park. En als je mij bouwrechten geeft... Hey, Jens Gamer! Jens Gamer Live geeft een cadeau sub aan FB Games. Oh, wacht. Nee, het is anders. Wacht even. Jens Gamer Live doet 1 abonnement van niveau 1 cadeau aan de community.
Maar Jens Gamer Live geeft een cadeau dat zij of hij van Epic Games heeft gekregen. En die, oh, wow, oké, okay, dat is wat een gedoe, maar het is heel tof. Dankjewel voor het, een subje die je weggeeft. Lief. We gaan bijna richting de 500 subjes weer. Piep, 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 piep. Nog 2 subjes, ja, nog 2 subjes. Hartstikke mooi. Ja, dus mocht je een statue in je park willen hebben van mij... Ja, geen probleem als je gewoon bouwrechten geeft en je zegt welke plek die moet staan. Dan moet dat niet zoveel tijd gaan kosten, toch? Ja. Zullen we het allemaal groen maken? Ik moet ook van die hekken plaatsen, dat de mensen niet zomaar hier over kunnen springen. Of laten we het gewoon zo, dat kan ook misschien wel. Ja, de alerts doen het helemaal niet of zo, op een of andere manier. Ik weet niet, ik zal eens even het cachet van de huidige bron even vernieuwen. En dat doe ik ook bij een paar anderen. Maar ik weet niet hoe dat nou kan. Nee, ik heb geen idee waarom dat uitstaat. Het is altijd goed gegaan en nu ineens niet meer of zo. Heb je een nieuwe setup? Dit heb ik al heel lang. Alweer heel lang, ja. Dit is alweer een tijdje. Ja. Maar dan heb je mij waarschijnlijk een tijdje niet gevolgd en dan... Ja, dan is dat allemaal weer anders natuurlijk. Sorry voor de achtergrondherrie. Hé, hey, nou jongens, daar komt hij hoor. Bedankt voor je tip. 2 subgiftjes van FB Games aan Slowbro Pokémon en Isinet. En heeft... Holy shit. Bedankt voor ja, niet normaal. Nu kan ik mijn pensioen. Niet normaal dit. Hij heeft gewoon serieus 332 subjes gegeven aan het kanaal. Dat gaat gewoon echt helemaal nergens over. Dank je wel voor jouw steun. Oprecht. Super lief, jongen. Dankjewel. Dat is echt niet normaal, man. 332 subjes gegeven. Dat is echt ongelooflijk veel gewoon. Echt heel veel. Je cam ziet er anders uit dan eerst. Ja, ik heb nu in plaats van een webcam van €120... was deze €1000. Ja, Gio heeft mij geholpen met een camera. Heel erg dankbaar dat hij dat heeft aangeraden bij mij. Het is even een investering, maar dan heb je ook gewoon permanent een hele mooie webcam. Ivory! Ik ben nog lang niet uitgeteld. Ik wou zeggen FB Games, maar het is Ivory natuurlijk. Met 14 subjes die hij al weggeeft aan Planko Matti. Oké, ik als FB Games misschien nog eventjes wat bouwt hier als hij wil. Niet verplicht. Maar als je hier een beetje gaat rommelen nog... Oh, dat licht is heel mooi. Dan ga ik heel eventjes... oh, dat randje is mooi. Oh, dat heb je mooi gedaan. Dat is heel tof. Nou, als jij gaat rommelen hier... Dan kom ik zo terug, Falcon. En dan ga ik even kijken bij de rest. Dit is heel leuk. Ja, Falcon, dat is mooi. Oké, ik moet even een stukje gaan lopen natuurlijk. Kan ik niet slash kill doen? Nee. Kan ik niet reset karakter doen? Gaat iets sneller. Crystal Cosplay. Dankjewel voor de follow. En mocht je nieuw zijn, excuus voor de achtergrondherrie. Mijn airco staat heel eventjes aan. Want ik heb het echt ontzettend warm en nu al een zweetrug. Dus ik ben al blij dat dat ding aanstaat. Anders kwijt ik hier weg dadelijk. We hebben hier een pretpark. En die komt van... even kijken. Van wie is dit? Deze is van Raket. Ik heb een like gegeven. Raket, moest jij nou een statue in het park of niet? Om geld te maken. Oh, nou, dan gaat dit goed lukken, inderdaad. En hij heeft alle achtbanen geplaatst. En hij heeft alle flat rides, geloof ik. Wow, echt heel veel achtbanen. Super tof. Even kijken, hoor. Nou, wil jij een statue of niet? Ik zou ook wel de prullenbakjes plaatsen, denk ik. Maar ja, het gaat natuurlijk om het geld. Het gaat niet om natuurlijk... ik snap wat je bedoelt, Raket. Nou ja, bijna 1 miljoen alweer. Dus dat komt goed uit. Sorry, Crashy. De alerts doen het even niet. Ik weet het ook niet hoe dat komt. Oh, Raket wil toch een statue. Waar wil je hem? Even kijken. Badam, 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 bam. Statue. Personal statue. Waar ben jij? Waar ben jij? Waar ben jij? Oh ja, hier ben je, Raket. Waar wil je hem hebben? Ik volg jou. Ik volg jou. Oh, daar zo. En dan denk ik in het midden of heb je een andere plek? Nou, ik zet gewoon alle 3. En dan kan je kiezen welke je verwijder.
Oké, goed. Nou, een beetje trollen mag wel, toch? Hij heeft genoeg geld. Hij heeft gelijk al 100.000 minder. Sorry, raket. Nou, je hebt het zo weer bij je verdiend. Geef het een half uurtje. Pada, dit is mijn park. Ik kom er langs. Dit moet ook nog mooier gemaakt worden, hoor, die grot. En dan komen we hier bij een park. En volgens mij is dit van Falcon. Oh nee, van die Avengers. Oh, wow. Ziet er goed uit, dit. Dit is het park van Terrein. Zo, ik zet even de airco uit. Oh my god. Dit is echt grandioos. Dit is echt mooi. Die toren heb je echt heel mooi gebouwd. Echt heel mooi. Holy shit. Ja, dat ziet er ver uit, joh. Ik vind het kwaliteit, hoor. Ik vind het kwaliteit. Captain America, Black Widow, Hawkeye, Iron Man, Hulk. Ik ga dan liever voor Captain America, want dat is mijn favoriete karakter. Even kijken, hoor. En dat is hier zo. Dit is de Captain. Nou, dan maak ik even een onderrijd in de Captain. Zo. Oh, we gaan achteruit. Oh, wauw. Is dit een triple lounge? Dat is vet. Zo dan. Lekker herrie, hoor. Dit is een mooi vloeiend baantje. De liften doen het ook. Oh, nice. Dit is oprecht heel goed gedaan, hoor. Complimentjes. Echt complimentjes. Lekker vloeiend baantje. Leuke layout. Lekker compact. En zelfs achteruit gaat hij ontzettend vloeiend. Laat Vincent even genieten van die verrekte airco uit. Oh, Jan. Ja, maar Jan heeft altijd wat te zeuren in de streams. Dat ben ik al gewend. Even kijken. Wat hebben we nog meer? Die rode is ook goed, ja. Oh my god. Ja, het is ontzettend warm, maar mensen die snappen dat niet of zo. Dus die snappen niet dat ik een airco aan doe. Ja, ik weet niet waarom die hersenen, die werken niet met het warme weer. Even kijken, wat hebben we hier dan? Dit is een project van Boyka. En Boyka heeft hier een heel erg mooi geel park. Met eendjes. Oh, maar dit ziet er goed uit, hoor. Hey, Esther! Dankjewel, Esther, voor je 5 euro. Van elke streams en de gezelligheid in de chat grijns uitgestoken. Tom, ga zo door. Dankjewel voor je grijns en uitgestoken tong. Hey, mooi man. Leuk park ook. Ziet er goed uit. Ook zo'n klein mini-achtbaantje, die gele. Leuk. En dan gaan we hier naar een park met een hele andere vloer. Jeetje. The Wild West. Door Falcon. Hé, dat is een nieuw project van hem. Oh, wauw. Hij heeft een beetje ingedeeld al. Oké, okay, ziet er leuk uit. You no longer have building permissions on Boyka. Oh, en Terrein gaat ruimte maken voor iemand anders. Dus dat betekent dat iemand met de link, die kan dan joinen. En die komt dan in de game. Even koekeloersen. Dit park is van Stuk Matty. Ik krijg voor mij natuurlijk een likey. Hallo. En hier zien we zelfs een bordje met tickets. Bijna 160 kijkers. Welkom iedereen. Leuk dat jullie er zijn op deze Roblox-avond. Het werd toch al vaak gevraagd. Vincent, speel nou eens Roblox Team Park Tycoon. Nou, bij deze dan. Hè, doen we even een avondje Roblox Team Park Tycoon. Dit is leuk. Dit is zeker mooi. Kijk. De draaimolen is de enige attractie in het park. Oh nee, laat maar zitten. Er zijn meerdere. Was natuurlijk maar een geintje. We zien wat achtbanen. Ik zie daar een soort van een dive coaster inderdaad. We hebben daar een indoor gedeelte. Met boomstammetjes. Mooi. En hier dan een leuke... Die Main Street is ook gewoon gezellig. Heel gezellig aangekleed. Moest je nog een standbeeld, een statue in je park of zo? Raket. Padam, padam, pam. Kian is gejoined. Kijk, welkom Kian, 1411. Ja, volg even. Oké, Matty volg ik nog even. See ya tomorrow. Hij gaat ervan uit als je het park, zeg maar, hebt bezocht. En je doet een dagje uit naar een pretpark. Dat je dan morgen weer terugkomt. Daar gaat hij vanuit. Nou ja, prima. Serieus, krijg ik hier gewoon een plekje van jou? Dat is echt heel lief. Oké, dat vind ik al heel lief. Ja.
Wil je dan met zo'n doos erop? Of moet ik gewoon de statue losplaatsen? Zeg maar. The witch. Zeg maar. Met doos is goed. Oké, zal ik hem dan een beetje de grond in gooien? Oh. Ik zal hem even verwijderen en dan opnieuw plaatsen. Is zoiets goed of niet? Moet ik hem iets lager plaatsen? Zal ik hem iets lager plaatsen? Is het net wat mooier, hè? Dan kost hem alleen maar geld, joh. Nu is die denk ik nog wat mooier, hè? Oké, alsjeblieft. Sorry voor je geld op. Ik heb geld opgemaakt. Maar ik zie Kian in de server. Oh my god. Kian heeft... Kijk even boven mij. En ik heb een pleister op mijn vinger. Dat klopt. 27 miljoen. En ik was al stoer met 7,3 miljoen. Oh my god. Rich boy. Is dit het park van Kian? Holy shit. Nee, dit is een ander park. Dit is van Tiskete. Ziet er goed uit. Heel veel achtbanen. Het is een beetje een soort van Walibi-achtig. Oh, zit Kian naast mij dan? Oh, dit is van Kian. Oh, sorry. Wow. Universal Studio Roblox. Dit ziet er goed uit. Holy shit. Dit heb je mooi gedaan. Dit zijn allemaal achtbanen door elkaar. Dit is een inverted launch coaster. Heel knap, heel knap. Jeetje, wat een details, joh. Dit is heel mooi gedaan. Dit is oprecht heel... Dit is gewoon kunst. Kijk, dat mannetje ook. Dit is echt knap, joh. Moet ik door dat ding heen? Oh, dan kom ik hieruit. Oké. Was dit een voorbeeld of wordt dit een tweede hal? Ja, jammer, jongens. Ik ga de airco aanrooien. Jammer dan. Dan maar een beetje herrie. Als je er last van hebt, dan moet je maar gewoon de stream uitgaan, denk ik. Ik moet dat binnenkort even gaan aanpassen met mijn microfoon, dat hij die geluiden niet oppakt. Die frequentie heet dat dan, hè? Hey Kian, hartstikke mooi. Maar super gaaf. Gaaf gedaan. Heel mooi. Ik vind het een heel mooi park. Wauw. Ja, het is echt zo warm, jongens. Het is gewoon nog 28 graden buiten, hè? Dus vandaar. Althans, dan staat hij 28 graden beneden bij mijn computer, dus... T-Spark, ethisch. Moest je nog een statue of zo? Of niet? Nu ik hier toch langs loop. Niet? Oké. Dan gaan we terug naar mijn eigen park. Ik wil even weten wat Falcon heeft gemaakt in de tussentijd. Zo. Bij ons is het 30 graden. Nou, dan is het tijd voor een ijsje natuurlijk. Na de stream ga ik lekker een ijsje pakken. Hier moet ik ook nog meer gaan teamen, zie je dat? Meer bloemetjes en zo. Je kan natuurlijk ook een hoop doen met foto's, hè? Dat je een foto inlaat, dat hebben we hier natuurlijk gedaan. Of nee, niet bij deze, maar gewoon die finds. Dat zijn ook... Oh, finds kunnen meenemen. Wacht, ik ga toch daar naartoe. Dan neem ik even de image mee. Wie weet dat het er mooi uitziet als ik daar gewoon finds toevoeg aan de rotsen. Je achtbaan wordt supermooi. Dankjewel, Tessie. Dankjewel voor je compliment. Bij mij is het 23 graden, zegt Jesper. Nou, is toch wel lekker, hè? Heerlijk. Oké. Ik weet niet hoe dat eruit gaat zien, maar ik zie Falconaar in de verte. En wat heeft hij gebouwd? Oh jee. Wat heeft hij gebouwd, joh? Oké. Ik weet niet wat het is, maar hij heeft dat aan elkaar toegevoegd. Ja, mooi. Ik weet niet of ik dat echt wilde hebben, dat dat aan elkaar werd gelinkt, maar ik denk dat het wel beter is. Oké, ik ga eens kijken als ik hier nou die vines toevoeg, hoe dat eruit ziet. Even proberen hoor. Oké, let op hè. Dat komt hier dan. Zo. Hoe is dit? Is dit mooi? Ja, ik denk dat het er heel gaaf uitziet. En vooral als ik dit dan even rotate. Ja. En dan eigenlijk op precies dezelfde plek plaats. Dus eigenlijk hier zo. Kijk, dan zie je ook vanaf die kant zie je wat fines hangen, hè?
Vind je dat leuk als ik van die fijns toevoeg? Bij mij is het 30 graden. Lekker man. Koude temperaturen. Hé, hey, dankjewel voor je like. Dat vind ik lief. Dat vind ik lief. Zo. En die fijns die hebben wel iets, hè? Die fijns die doen wel iets met de omgeving of zo. Oh, die boom staat een beetje schuin, joh. Wat leuk. Je hebt de boom ook een beetje meer variatie gegeven in de kleur. Anders krijg je natuurlijk deze boompjes. En die zijn over het algemeen wel een beetje donker. Ja. Even kijken hoor. Het idee is... En dat kan ik gelijk maar even nu gaan doen. Hier in het midden moet ik een rots maken. Maar we gaan dit eerst eens even dichtgooien. Dus we gaan even van die rotsen plaatsen. Ken je de Big Thunder Mountain? Dat heeft natuurlijk ook een beetje een puntberg. Nou, dat wil ik hier ook ongeveer gaan plaatsen. Maar daarvoor hebben we eerst een ondergrondje nodig. Die liedjes zijn altijd zo verslavend. Want die, op een gegeven moment ga je ze uit je hoofd kennen. Dat je ze heel vaak draait en dan, ja, dan onthoud je die nummers gewoon, hè. Maar hier op dat plateau wat ik nu bouw, dat vlakke, daar komt dan de puntrots. En dan hier zo, dit wordt indoor. Dit gedeelte gaan we gewoon lekker binnendoor maken. Even kijken hoe dit uitkomt. Ja, zoiets. Ja, prima. Ik moet natuurlijk uitkijken dat die baan ook weer niet dit gaat raken dadelijk. En hier kan die één naar onder. Zo. Misschien is een boomstam ook wel tof in dat gedeelte. Ja, ik heb al natuurlijk een rapid. En ik wil een inca maken met een soort waterattractie. Dus ja, ik weet het nog niet. Misschien wel. Hier komt sowieso een muur. Heel saai misschien. Maar die buitenkant van het park, dat maakt niet uit hoe dat eruit gaat zien. Er moet gewoon een muur komen. En even kijken of dat karretje niet tegen die muur aan komt. Volgens mij gaat dat goed komen. Oh, chips. Nou, dit kost natuurlijk ook allemaal geld, hè? Ik kan wel denken, Vincent, leuk dat je allemaal aan het sparen bent. Maar je bent natuurlijk ook aan het bouwen en dat kost ook allemaal geld. Ja, 7 miljoen, joh. Ik mag niet klagen. Zo, even een muur maken. En dan gaan we die eens even weghalen, deze. Even kijken, hoor. Vincent, heb je aflevering 2 van Loki gezien? Ik moet de aflevering 1 nog kijken, maar ik moet even Disney Plus... eventjes aanschaffen. Ja, ik heb Disney Plus niet meer. Kijk, weet je wat het probleem bij mij is, zeg maar? Dat zal ik even vertellen. Ik kijk met iemand anders een account mee van Netflix. Al meer dan 2 jaar. Ik kijk namelijk niet of 1 keer per maand Netflix... of in 1 keer gewoon 4 keer per week. En dan vind ik het zonde dat als ik dan geld betaal... voor een dienst die ik misschien maar 1 keer per maand kijk... Dus ik kan dan beter met iemand gewoon meeleunen op het kanaal of op een account. Maar dat is hetzelfde bij Disney Plus. Ik kijk gewoon niet genoeg op Disney Plus. Dat ik het zonde vind om een abonnement aan te schaffen. Dus ja, kijk, ik moet gewoon even een maandje kopen een keer. En dan in dat maandje dan kijk ik gewoon die Loki-serie of zo, weet je wel. Ja. Ik deel ook met iemand kijken. Dat is wel lief, weet je wel. Dat is wel leuk. Dat is wel mooi. Oh. Falcon plaatst ineens een... Wil je iets zien uit de nieuwste update? Oh, prima. Ja hoor, prima Falcon. Ja hoor, laat maar zien. Ik ben benieuwd. Hoe kom je aan zoveel geld, Vincent? Nou, ik speel dit spel al. Dit level speel ik. Kan je dat zien ergens?
Playtime. Ik weet niet hoeveel dit is. Is dit uur? 225 uur dan, denk ik. Dat is best wel een lange tijd. Oh, nee. Oh, wat cool. Oh, dat is cool. Mijn logo. Nou ja. Oké, dit is blijkbaar nieuw. Grappig. Nee, je hoeft niet te helpen hoor. Falcon is even de enige die me helpt vandaag. Ja. Sorry, raket. Oh, dit is ook mooi dit. Is dat een soort van rookparticle effect of zo? Ik weet niet. Het kan een soort van rookgordijn zijn. Zou kunnen. Nou, Falcon, ik wil hier een mooie poort gaan maken waar de achtbaan ingaat. Hier zo. Misschien heb jij daar wel ideetjes voor. Maar vet hoor dit. Al die... de water emitter. En dan kan je dus een foto kan je erin plaatsen. Oké. De foto is nu een ei. 225 uur of 225 dagen? Nee, ik denk niet dat het 225 uur keer 24 is. Of 225 keer, dagen keer... Nee, dat denk ik niet. Nee, zoveel heb ik ook niet gespeeld. Je kan alle foto's doen, kijk. Oh, Kian vraagt of ik nog even een standbeeld plaats. Dadelijk doe ik dat even, ja. Maar vooral hier wil ik een mooie grote... zo'n poort maken, zo'n boog. Ja, misschien weet jij wel een idee. Ik heb hier al... Als je objecten wil halen aan de overkant... zie je van die boogobjecten... En anders plaats ik ze even voor jou hier zo. Dan kan je ze kopiëren, ja? Alsjeblieft. 225 uur, zegt FB Games. Oké, dat is ook wel veel, hè? Dat vind ik eigenlijk al... Ja, dat is best wel veel voor een level, vind je? Oké, deze gaan we hier plaatsen. En deze gaat zo... Kijk hoor. Ik zoek dat rotsblok. Ja, deze. Pa-pa-pa-pam-pam. Oh, chips. Ik zit een beetje te rommelen. Maar ik wilde heel erg uitkijken voor die sproeien die Falcon had gemaakt. Die wilde ik niet te veel kapot maken. Dus ik probeerde het een beetje mooi in elkaar te zetten. Ga ik de Game Pass binnenkort... Game Pass... Ik snap niet aan wat je bedoelt. Oh, je bedoelt van Xbox bedoel je? Xbox Game Pass. Ja, dat heb ik ook. €13 per maand is dat. Dat is echt ideaal. Dat heb ik ook gewoon. Dan heb je gewoon online. Heb je dan Xbox Live, zeg maar, online. En je hebt dan ook gewoon... ja, van alles eigenlijk, hè. En je hebt nog gratis games. Meer dan 100 gratis games, geloof ik, uit mijn hoofd. It's Silas. 14 maanden. Oh my god. Jij moet nog 2 maanden nu. Of nee, even kijken of ik het goed zeg. Ja, nog 2 maanden en dan krijg je een nieuw icoontje voor je naam. Ja, leuk om te weten. Maar dat gaat wel gebeuren dan. Dat is wel vet. 14 maanden lid, jongens. Wauw. Echt dankjewel, Silos. Shout-out naar jou, hoor. Dat is superveel. Dat is echt super mega veel gewoon. Props. Kijk, misschien kunnen we hier nog een tonnetje doen. Maar ik weet niet of, zeg maar... ja, ik weet niet of ik nog een hek moet toevoegen. Wat denken jullie? Moet ik nog een hek toevoegen daar? Help me, help me, help me. Ja, want weet je wat het is? Ik weet niet of ik dit allemaal vrij moet laten. Een hekkie. Ja, ik weet niet of dat mooi staat. Ik weet niet of dat... Voor mij heb ik dat bij de anderen ook niet echt gedaan, dacht ik hoor. Zo'n hekkie. Ja. Even kijken hoe dat eruit ziet, die boog. Oh, kijk hoe vet, jongens. Kijk hoe vet Falcon is hier bezig. Gaaf. Mooi, man. Oh, je hebt zo'n cirkel. Oh, is dat niet te krap? Dat de mensen... Nee, dat gaat wel goed komen, geloof ik, hè? Anders kan je de achtbaan nog even testen, hè? Dat is ook geen probleem. Een laag hekje misschien. Ja, dat kan ook wel, ja. Dat kan ook wel.
Ja, dan moeten we zelf een hekje gaan maken. Ik dacht eigenlijk aan een laag hekje. Dan krijg je zoiets als dit natuurlijk. Of met die chains gewoon. Zoiets. Ik denk dat dit gewoon wel kan. Ik weet niet of het mooi staat. Wat heb ik daar voor hekje trouwens? Hekje! Ik heb hier helemaal geen hekje. Maar ik denk dat ik wel iets met dit moet gaan doen. Want het ziet er wel veel mooier uit. Kan ik die hekjes ook draaien? Geloof het niet, hè? Nee. Deze hekjes moet je gewoon recht zo. Hey jongens, kunnen jullie niet eventjes lekker naar je eigen park gaan? Jeetje, loop me achter me aan. Ik word er altijd heel zenuwachtig van. Rook zou vet zijn. Jawel, jawel, joh. Maar wat vind je hiervan? Als ik dit aan de zijkant doe? Zo'n laag hekje? Dat kan wel, toch? Dat liedje ook. En dan gaan we dadelijk weer wat mensen kicken eventjes. En dan kunnen de andere mensen ook alweer joinen, weet je wel. Oké, ik zal er een paar even gaan kicken. Niks persoonlijks. Oh, wat gebeurt er? PS admin. Kick. Ja. Tap. Raket 27. En dan PS admin. Kick. En dan even kijken. Ties keten. Meen je het nou dat het hoofdletter gevoelig is of niet? Ja, het is hoofdletter gevoelig. Kijk, dan kunnen we weer nieuwe mensen joinen. Kian, ik zal nog even naar Kian gaan, want die zit de hele tijd te blaren om een statue. Maar ik wil ook een beetje gaan bouwen in deze stream. Anders heb ik daar weer spijt dat ik andere mensen heb toegelaten op mijn server. Ja, en dat wil ik ook weer niet. Nee hoor. Oké, standbeeld. Waar ben je? Daar ben je. Bam, 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 bam. Statue. Oké, waar moet hij? Hier? 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 Oh ja, leuk. Hoe kan je die naast zetten? Ja, ongeveer hier of zo? Oh, wacht. Ik zal hem even draaien, dat is wel zo makkelijk. Zoiets? Prima? Of niet? Niet wegkijken. Nee, 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 ik weet het. Thanks, zegt hij. Oké. Pam, 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 pam. Kijk. Nou, hij heeft in ieder geval wat standbeelden. En ik zie ook dat er iemand nieuw is gejoined. 26 kas. En die ken ik volgens mij wel. Hij heeft ook een mooie Da Vinci Games shirtje aan. Leuk. En we hebben Nathan Naat ook. Welkom in de server trouwens. Dan moet ik weer de hele pocket gaan lopen. Nou ja, maakt niet uit. Ivory zegt het is onmogelijk om te joinen. Oh jee. Nou, weet je wat? Ik zal even een nieuw linkje aanmaken en dan jou even een privé linkje sturen. Want ik had jou beloofd inderdaad om te joinen. Even wacht hoor. Even geduld hoor, Ivory. Zo, ik fluister jou even een nieuw berichtje met een nieuwe link. En wanneer er daar iemand wordt gekickt, dan kan jij in ieder geval terugkomen, ja? Of in ieder geval, je hebt nog nooit gejoined, dus terugkomen niet. Maar Robloxje zit er ook wel weer wat langer in, geloof ik. Ik liever hadden kunnen anderen ook joinen. Oh, dat mag ook, Kian. Piep, piep, piep. Deze moet ik ook nog een keer afbouwen, die spinning coaster. Daar ben ik wel heel tevreden over, die spinning coaster. Vooral dat indoor gedeelte. Kijk, dat is dit stuk. Ja, daar ben ik echt fan van. Vooral met die belichting en zo. Alleen het plafond moet ik nog gaan afmaken een keer. Afronden. Ik ben heel benieuwd of ik hier wat doorheen kan. Oh ja, ik heb een opening daar zo. Kijk. Kan ik nog stiekem even doorheen glippen? Hoppakee. Oké, als het goed is. Ivory! Kijk, hij is gejoined. Mooi zo. Ja, ik zet de link vanzelf alweer in de chat. Kijk, hier is de nieuwe link. Even kijken. Oh, dat tunneltje ziet er goed uit.
Misschien een beetje te vlak daarboven. Maar dat kan ik natuurlijk nog altijd aanpassen. Hè? Dat is logisch. En misschien heb je nog wel hele toffe ideeën hiervoor. Dat je dat even op die manier hebt gedaan. Maar ja, dat moet nog even wat epischer worden daar. Het is de basis. Oh, ik heb niks gezegd. Heb ik wat gezegd, Falcon? Ik heb niks gezegd. Heb je mij wat horen zeggen? Ik heb niks gezegd. Oké, dan ga ik even verder met bouwen. Want anders dan hebben we daar een stream. Hartstikke mooi. Of een video, ook in dit geval. En dan heb ik nog niks gemaakt. Beetje zonde, jongens. Kunnen we niet doen. Oké, hier even dat randje afmaken. Oh, nee! Ja, ik kan beter vanaf de bovenkant. Kan ik. Hey, dankjewel voor je like. Zo kom ik ineens wel aan likes, hè? Trouwens, ik doe echt heel stom. Ik kan dit gewoon natuurlijk plus zoveel doen. En dan ga je wat sneller natuurlijk. Kijk, dan ben je een stuk sneller klaar. Ik zit wel echt weer te knoeien weer. Zo. En die wat lager. Kijk, dat sluit dan heel mooi aan met dan het decor wat hier staat. Want het is natuurlijk allemaal Main Street. En dat sluit dan aan met deze berg. Dus dat is een beetje het idee, hè? Zo. Zo. Vincent, de standbeeldplaatser. Ja, zo kan je het wel noemen eigenlijk, hè? Kijk, maar dit is gaaf. Dat je eigenlijk... Kijk, nu krijgen we echt een beetje meer, meer een idee, hè? Meer een hoe ik het ongeveer ga aanpakken. En dit koppelen aan elkaar. Dus dit kunnen we ook dicht gaan gooien. Alleen de camera loopt dan te etteren. Ja, als ik dit ga doen. Even kijken hoor, deze hou ik zo. Ik ga het wel doen hoor, maar... Oh, nu heeft hij ook binnenin waarschijnlijk toegevoegd, of niet? Even kijken, verloeren. Heeft hij binnen? Nee. Oké, mooi. Oh, dat licht is mooi, zeg, die effecten. Wauw. Ja, ik vind het begin heel mooi gelukt. Vooral die vines, die hebben wel die ogen gelijk heel mooi, hoor. Oké, dus wat ik al zei, in het midden komt er een soort van... ja, een Big Thunder Mountain ideetje. Dus een berg. En van die berg komt ook een waterval. Dat moet sowieso gebeuren. Zo. Hey, goedenavond Sven. Hoe is het met jou dan? Oké, dus dan gaan we even kijken hoe we dat maken. Een soort van Big Thunder Mountain ideetje. We moeten het midden opzoeken. Nou, dat is dan ongeveer hier. Dat is logisch. Dit is het midden. Dus als we hier nou een topje maken. En dat topje gaat hierdoor. Oh, sorry. En dat sluit dan aan op deze manier. Ja, dit is natuurlijk echt heel lelijk wat ik nu doe. Maar dit is eigenlijk wat Falcon, hoe Falcon het ook zei. Basis. Alleen maar basis. Ja. Oh, dat is vet dat hij zo echt langs dat ding gaat. Dan kan ik misschien ook nog wel zelfs de ondersteuning kan ik dan vastmaken aan van de rots naar dat ding, zeg maar. Ja, dat zou briljant zijn. Ik denk dat we het station misschien ook wel overdek maken. Of nou ja, of gewoon een gebouwtje tegen de rots aan. Dat is ook wel gaaf. Hoe heet deze achtbaan? Ik heb nog geen naam voor dat ding. Nou ja, ik zou zeggen, mocht je een naam weten, drop het in de chat, zou ik zeggen. En degene die het leukste naam hebt, die gaan we ook gewoon geven aan de achtbaan. Is dat een goed idee? Oké, een naam die goed bij deze attractie past. Het mag een Nederlandse naam zijn, maar ik denk dat een Engelse naam iets leuker is. Ja. En kijk dan even vooral naar het thema van de attractie. Daar moet natuurlijk de naam vooral op baseren. Een forest of een woud of een... Ja, hoe kan je dit eigenlijk noemen? Laat het me weten. De Big Rock Mountain. Ja, dat is een goeie. Nee, dat vind ik dan... Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. De Jengu Mountain. Redwood. Forest Run. Klinkt al leuk. Forest Run. Klinkt leuk. De achtbaan zonder naam. De AZN. Kan ook nog. De Evil Mountain. Ja, maar dat klinkt gelijk sowieso eng. Nou ja, het is op zich wel een spannende achtbaan. Forest Lake.
Forest Lake. Oh my god. Ja, dat is natuurlijk een hele toffe referentie naar een pretpark voor mij in Planet Coaster. En er is ook een lake. Oh jee. Oh jee. Forest Lake. Het kan wel. Frontier Lake. Frontier Lake. Klinkt ook vet. Frontier Lake staat nu bovenaan. Wie kan er boven deze naam uitkomen? Boven Frontier Lake. Ik ben benieuwd. Is er iemand die een betere naam heeft dan Frontier Lake? Red Lake. Nee, ik wil niks met de kleur van de achtbaan, denk ik. Nee. Frontiers en de makers van Planet Coaster. Dat is ook weer een ding. Magma Mountain. Ook leuk. Frontier Lake. Ik vind Frontier Lake wel leuk. De Flying Bird komt naast dan ook gewoon, hè. Gewoon voor me staan. Gewoon schreeuwen ook gewoon, hè. De Flying Bird, Vincent. De Flying Bird. Oh my god. Dat indoor gedeelte. Ik wil weten hoe dat eruit ziet. Nathan, zullen we even een ritje maken? Even nog even een onrijtje. Wel gezellig. Kijk, daar komt hij aan. Ja, dan kunnen we even kijken hoe die daar naar binnen gaat. Zou ik Speed 300 mogen? Als jij vertelt hoe dat moet, dan wil ik jou dat best wel geven. Waarvoor hebben we dat nodig dan? Ja, voor mij mag je dat hebben. Als jij zegt wat ik moet invullen, dan komt het goed. Ga ik eerst een onderrijd doen. De Crystal Lake. Klinkt ook leuk. Het geluid staat echt heel hard. Knijt hard. Staat nog hard. Ja, is beter. Zo, kijk hem scheuren over die vloer. Over die grond ineens. Het voelt al zo anders nu. Zo anders. Kijk dan. Oh, dat was een leuk moment. Hier komt misschien nog wel allemaal rotsen ook nog. Aan de zijkant. Tibi Tibi. Hey Tibi Tibi. Tibi Tibi. Bedankt voor je subje. Dankjewel Tibi. Vorige keer was je erbij. Bij wie was het nou? Oké, okay, dan die waterval. Wow, vet. Mooi stukje. Tibi Tibi, jij was bij die Engelse meid die Crash Bash speelde. En toen zat jij altijd bits te geven. En toen werd ook Tibi Tibi opgenoemd. Ik heb echt gelachen, was echt leuk. Ik vond het een hele gezellige stream. Wow! Oh ja, hoe moet ik speed geven? Slash speed. En dan 300 Falcon? Of niet? Falcon NL 300. Slash speed. Heb ik nu gedaan? Is het gelukt of niet? Oh, PS admin gedoe. Speed. Ja, hoe dan? Ik ken die commando's niet, hè? Ik weet dat niet. Speed 300 Falcon NL of zo? Ik weet het niet. Ik kan niet alles proberen, maar er zijn zoveel commando's. Ik kan jou niet helpen als ik het commando niet weet. Oh ja, oké. Okay. PS... Oké, okay, PS admin. Set move speed. Kijk, dat is al wel heel anders dan alleen speed. Falcon NL. En dan nog 300 erachter? Of niet? Ja, oké. Okay. Je hebt 300%. Ja, weet ik veel. Ik heb de commando nooit uitgevoerd. Dus ik zou ook niet weten hoe dat werkt. Maar ik word al door Petra geholpen in de chat. Oh my god. Oh, hij heeft dit allemaal toegevoegd al. Wat leuk. Ik had het helemaal nog niet door, joh. Wauw. Falcon. Die ziet er vet uit. Holy shit, dit is gaaf. Wauw. Nathan, zou je eventjes wat voor jezelf willen doen? Want ik heb de mensen net ook gevraagd van niet de hele tijd bij me lopen. Want dat vind ik irritant. Maar moet jij dat natuurlijk ook niet doen. AUB, AUB. Even kijken hoor. Mag ik ook in de game? Als de plek vrij is. Maar dat is altijd heel lastig. Ja. Dat is very lastig. Hé, hey, Falcon. Ik denk dat die dingetjes... Het haalt van zijn park of zo? Ik weet het niet. Maar ik denk dat dit er heel mooi gaat uitzien. Ja. En dan dadelijk geeft hij waarschijnlijk nogal meer details eraan. Want dan oogt het nog mooier dadelijk. Gaaf ook met dat riviertje. Wauw. Vet. Cool, bro. Dankjewel voor de follow. Kijk, leuk, Falcon. Even samen bouwen. Dan maak je net wat meer progressie dan normaal. Dirk, dankjewel voor de follow. Laat dat van je horen in de chat. Excuus als je nieuw bent en je hoort herrie op de achtergrond. Mijn nieuwe
Airco staat aan. Dus ja. Jonas, jongen, kijk, we hebben het gelezen, jongen. Hey, en dankjewel Mats Games en Dark Rafi. Dankjewel voor jullie follows. Hartelijk welkom. Laat het van je horen in de chat sowieso. Kijk, dit is allemaal heel simpel en lelijk. Maar die laagjes, dat is zo belangrijk, hè. Oh. En die boompjes, hè. Die boompjes maken ook best wel wat verschil. Zo. Meer boompjes. Vooral hier ook. Ja, ik vind die vines wel echt leuk gelukt, hoor. Ja, ik moet je eerlijk zijn. Misschien moet hier nog wel een grote boom komen of zo. Kijk, als we nou zo'n grote boom pakken. Kijk hier. Is die joekel. Misschien gewoon lekker hier. Kijk. Hop. Oh, nee. Die achtbaan komt er tegenaan. Ik zag het al. Je zou hem... Even kijken, hoor. Het is wel lastig, want die achtbaan zit al flink in de weg dan, hè. Ik zou hem hier kunnen plaatsen. Denk ik. Even kijken voor de zekerheid. Ja, de baan komt nergens tegenaan. En hier wil ik die rotsen nog doen, hè. Al die kleine rotsjes kunnen we nu al even doen. En aan de onderkant wil ik dan een klein watertje hebben. Dus vanaf hier. Kijk, hier doen we een klein watertje in. Hop. Dat is mooi. En dan hier allemaal rotsen aan de zijkant. Dus dan kunnen we beter even de paint terrein toepakken. En dan gaan we hier eens even wat rotsen maken met de kleurtjes. Ik gun jou de 1 miljoen, maar hoe groter je wordt, hoe minder je kan chatten. Nou, dat is ook wel een ding inderdaad. We kunnen, hè, het is leuk, maar als we de Enzo Knol views gaan krijgen op de stream, dan wordt het één onoverzichtelijke boel. En dat is inderdaad een ding, ja. Daar ben ik helemaal mee eens. Ik vind denk ik gewoon dat we nu 138 kijkers hebben. Gewoon, dat vind ik wel hartstikke lief en leuk. Al hebben we maar 80 kijkers of 60 kijkers. Het kan net zo gezellig zijn met 10 kijkers als met 100 kijkers. Dat is absoluut zo. Het is vaak wel wat drukker in de chat. Dat is ook een ding. Maar het is wel gewoon... ja, het is gewoon gezellig. Het is gewoon belangrijk dat het gewoon gezellig blijft. Ja, toch? Oké. Ik zal het water nog even weghalen. Kan ik de ondergrond namelijk nog een beetje aanpassen met kleur. Even kijken op paint terrein. Dan gaan we heel veel een beetje rock pakken. Even kijken, wat zeg je, Falcon? Heb je de vernieuwde theekopjes gezien? Nee. Show me. Dan kom ik naar je toe. I follow you and then you show me what is new. Oké? Goed. Even nog wat zand. Niet te veel, want dat is wel weer een beetje te... Ja, te licht misschien. Kan beter bruin toevoegen, denk ik. Nathan, like your park. Kijk, dat is aardig. Dankjewel. Water. Zo. Oké, theekopjes. Wat is er aan de hand met de theekopjes? Wat is er nieuw aan de theekopjes? Oh, een nieuw model. Oh, maar dat is vernieuwd. Kijk dan, dit is het oude. En dit is de nieuwe. Wow. Dat is wel echt een wereld van verschil. Jeetje, man. Dat is oprecht een hele mooie theekopjesattractie geworden. Hele mooie models. Lager ook. Kijk, als je hierin zit... Dan steek je nog met je rug een beetje erbovenuit. Maar als je hier zit... Dan... Nou, dat gaat ook wel goed op zich. Wat heb je nog meer? Je hebt nog meer nieuwe dingen, geloof ik. Want je bent niet voor niets aan het bouwen nu. Oké, misschien wel een nieuwe trein. De Inverted Coaster. Ik zal deze wel even weghalen. Zo. Wacht even. Wat is dit nou weer? Kan je de trein, kan je de rails aanpassen? De nieuwe en de oude. Wow, kijk het verschil, joh. Holy moly macaroni. Kijk dan die... Oh my god, het is zo mooi. Kijk ook even serieus die details. Hoe simpel en hoe ingewikkeld. Dit is echt heel mooi gedaan, zeg. Met vooral die wielen ook daarboven. Wat een verschil. Jeetje. Ja, dit is veel realistischer, absoluut. Leuk om te zien. Dankjewel, Falcon. Ik zal de treinen weer verwijderen. Ziet er prachtig uit. Wat hebben we nog meer nieuw? Want hij blijft even doorgaan. Ik weet niet of je deze al kent. Nee, maar die kunnen we misschien wel gaan plaatsen ergens in het park een keer. Ik wil even een ritje maken. Kom maar op.
Oh shit. Oh, ik hou helemaal niet van zulke attracties. Chibi Chibi. Heerlijke naam, hè? Chibi Chibi. Ik weet dat de Tilburgse kermis komt er natuurlijk weer aan met 140 attracties. Of 170 of zo, zoiets. Maar dan staan ook deze... Dit apparaat staat er ook heel vaak bij de Tilburgse kermis. Echt helemaal niks voor mij. Ik heb hem in mijn park op die berg. Wauw, vet. Kijk mijn schaduw. Je ziet alleen maar mijn schaduw, niet van de attractie zelf. Pardon. Gaat hij helemaal op zijn kop? Nee, toch? Nee, dat kan niet. Oh, dan valt het misschien wel... Oh, dit is... Oh. Dit valt echt niet mee, hoor. Oké, okay, let op, hè. Kijk, dit is leuk. Oh, dit is wel echt heel eng. Kijk, en nu dit, hè. Dit gevoel dat je zo... Oh, dat is verschrikkelijk. Het is gewoon één grote schommel. Ja, hij gaat niet op zijn kop. Dus dat valt misschien nog wel mee. Ik zou misschien nog wel proberen, weet je wel. Misschien. Oké. Okay. Falcon, leuk. Hij maakt weer wat nieuws. Ik denk dat hij echt alles laat zien wat nieuw is. Ik zal even deze op close zetten. Leuk om te zien. Informatief ook. Oké. Okay. Hij maakt daar de Corkscrew Coaster Train. Lijkt een beetje op de Aerodynamic Coaster, hè? Je gaat niet zeggen dat dit de oude en dat de nieuwe is, hè? Of wacht, wat gaat hij zeggen in de chat? Nee. Nee. Is dit... Oh my god. Oh my god. Het is echt van een simpele model. Een model. Is het echt naar een hele mooie realistische model gegaan. Wauw. Echt bizar dat het spel nog steeds zo geüpdate wordt. Belachelijk. Maar dit is wel een wereld van verschil, zeg. Wauw. Ik ga een foto van maken. Elke maand vernieuwt de maker van deze game oude attracties. Dat is wel heel gaaf. Nou, dat vind ik heel mooi. Ja, nee, dit is echt een wereld van verschil. Ook met die wielen. Kijk even, nee, waren dit de oude wielen? Dit ga je niet menen, hè? Je gaat niet zeggen dat dit gewoon echte wieletjes waren. Oh. Chibi Chibi. Ja, echt wauw. Hoe maakt hij dat? Ik zou het niet weten. Maar ik heb er in ieder geval weinig kaas van gegeten. Hij moet het niet aan mij vragen. Chibi Chibi. Oké, okay, we gaan even wat schuine rotsen pakken. Vet man. Falcon, dankjewel voor de updates. Ik moet trouwens wel even die hele lelijke trein even aanpassen. Want die trein is lelijk. Weet je nog een mooie kleur, Falcon, voor de trein? Een mooie, mooie perfecte kleur. Beetje bruin? Ja, prima. Wat jij wil. Wat jij wil. Zo. Hey Ivory, hoe is het? Ik zie jou in de game. Ik heb je gehad op Roblox. Nou, ik heb al 2 à 3 jaar niet meer dat ik mensen toevoeg. Dus dat is een dingetje, ja. Sorry daarvoor. Bij deze. Piep, 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 piep. Oh, die liedjes gaan in je hoofd zitten, man. Irritant. Zo. Hoe gaat het met jullie allemaal trouwens? We hebben het een beetje naar ons zin met het warme weer. Vrijdag, aankomende vrijdag, hebben wij natuurlijk weer een nieuwe livestream. Ik ben vaak op de maandagavond, maar toen was ik in de Efteling. Woensdagavond, vrijdagavond, zaterdagmiddag en avond, of alleen avond. En zondagavond, of middag en avond, op live op Twitch. Dus mocht je mij wat vaker live willen zien, vergeet me niet te volgen. En als je echt wil weten wanneer ik precies livestream, dan kan je ook even naar mijn Discord gaan. En dan kan je namelijk bij de welkomstkanalen kan je bij de update rol kijken. En als je het vinkje aanvinkt bij de update rol, dan krijg jij een melding wanneer ik live ben. Omdat dat gelinkt staat met dat account of dat kanaal waarin staat wanneer ik live ben of wanneer ik live ben. Dus mocht je echt een soort van notificatie nog extra willen en het komt niet via Twitch, kom dan op mijn Discord en dan kan jij in ieder geval wel een melding krijgen. Ja, en ik heb ook op Instagram doe ik heel vaak een story wanneer ik live ben. Dus je kan me ook op Instagram volgen. Genoeg manieren om te zien wanneer ik live ben. En ik geloof ook dat er op Twitter een berichtje komt met van... Vincent is nu live! Dus ja, ik denk dat dat allemaal goed gaat komen. Dat je precies weet wanneer ik live ben. Ik heet Tibi Tibi. Ja, dat weet ik. Tibi Tibi. Leuke naam, toch? Tibi Tibi. Dat is een naam die je dan heel vaak uitspreekt, hè? Dat het gewoon lekker klinkt in je mond. Chibi chibi. Kijk, dit wordt al iets mooier. Dit is natuurlijk vet met die laagjes. En als we daar nog wat groen op gaan toevoegen. En gewoon kleine steentjes en zo. Dan wordt dat heel mooi.
Als ik geloof ik hier bij search doe. En rock. Ik doe gewoon rock. Dan krijg je natuurlijk ook gewoon deze. Dan kan je heel leuk mengen met elkaar. Zo. En we kunnen deze natuurlijk ook hier beneden toevoegen. Kijk, dan mengt dat echt heel gaaf met elkaar. Kan je mensen kicken voor andere mensen? Ik wacht al 1,5 uur. Ja, het was sowieso eerst niet de bedoeling dat ik mensen zou toevoegen hoor. Maar we kunnen een paar mensen even kicken. Geen haat hoor. Kick. We hebben een Robloxia, want die zit er ook al heel lang in. Bedankt voor het komen, Robloxia. We kicken een... even kijken. Nathan. Sorry Nathan. Ben je als admin... We kicken een cakey monster, want die zit er ook al voor mij een lange tijd in. Zo. Hey, quarantaine Sebastian. Dankjewel voor je follow en welkom. Leuk dat je erbij bent. Laat wat van je horen in de chat, want dat is wel zo gechilly. Natuurlijk, vind ik wel. Vind ik wel gechilly. Ik wou net Falcon vragen voor een standbeeld. Oh, nou ja, dan voeg je Falcon toe en dan... We hebben ook een Roblox kanaal op Discord. Dus dan kan je ook een keer met elkaar afspreken. Hè? Dat komt allemaal goed. Daantje op Twitch. Dankjewel voor je follow. Welkom. Leuk dat je er bent. Ik zet er net in en word gekikt omdat ik er 1 seconde op zat. Huh? Maar ik heb jou toch niet gekikt dan? Of wel? Oh, de gezeik. Kijk, dit zeg maar wat er nu gebeurt. Daardoor wordt het gedemotiveerder voor mij om dit vaker te doen. Echt serieus. Ik vind het zo fucking lastig om mensen teleur te stellen. Ik vind dat, daar heb ik echt een scheidhekel aan. En dan als dan dit een keer gebeurt dat ik iemand op ongeluk kick omdat hij heel lang zit te wachten. Ik wil liever mensen niet teleurstellen. Dan zeg ik volgende keer gewoon jongens, niemand mag joinen. Dan is dat gewoon eerlijk voor iedereen. Dus dan, ja weet je, het is gewoon kloten. Het is gewoon kloten. Ik vind dat heel vervelend. Ik kan daar niet zo goed tegen als mensen dan, ja, lopen te zeiken erom. Terwijl ik, ja, mijn best doe om zoveel mogelijk mensen wel te laten joinen. Dat is lastig, hè. En om het mezelf nou moeilijk te maken, dan heb ik gewoon de volgende keer zoiets van, joh, we doen het gewoon niet meer. Klaar. Klaar is Kees. Je kan niet meer joinen, jongens. Je kan niet meer. Je moet lekker vanaf de zijkant meekijken via de bank, via de zijbank. Geen geklootzak. Geen geklootzak. Kijk, doe je wat groen op. Goedenavond, Amy. Hallo. Welkom. Zo. Lekker wat groen. Ja, maar dat geeft niet. Je hebt een sub gekregen bij Joost. Is dat zo? Kijk. Kan wel eens gebeuren, hè? Maar zo vaak heb ik dat niet, dat ik een subje krijg. Op een andere kanalen. Dat is... Maar we zijn hier met 126 kijkers. Ik vind het wel leuk om misschien wel even een subje weg te geven. Gewoon hier zo. Maar dan moeten we even een leuke opdracht bedenken. Oké? Ik denk dat het chaotisch wordt... Als ik zeg van jongens, zet een cijfer in de chat. Dat wordt niks. Dat wordt veel te druk. Daar kan ik geen keuze op maken. Ja, ik heb liever iemand die nog geen subje heeft, wil ik een subje geven. Maar wie? Even kijken hoor. Kan ik een subrol krijgen op Discord? Ja, dan moet je je Twitch kanaal verbinden met je Discord. Dan kan je dat gewoon doen. Dan wordt het automatisch gelinkt aan elkaar. Oké. Wat gaan we bedenken voor spel? Sammy, dankjewel voor je follow. Oké, ik ga een vraag stellen. De eerste die het goed antwoordt, die nog geen subje heeft, die krijgt van mij een subje, oké? Goed. De eerste die het antwoord geeft op een vraag, krijgt een subje van mij. Let op, de vraag luidt. Mensen zitten al helemaal zo achter een toetsenbord en die rammen erop, weet je wel, gelijk. Oké.
Komt ie, hè? Welk karakter is gebaseerd op de paarse achtbaan die ik in mijn sprookjesbos heb staan? Wie gaat als eerste het antwoord geven? Kom maar op. Wie gaat hem geven? Zweetdruppels. Spyro, de Smiley Man, als eerste. Ja, helaas. Ik zie hem staan. De Smiley Man was super snel. De Smiley Man, je hebt het verdiend, jongen. Cadeautje. Oké. Leuk, man. Je hebt een subje verdiend. Hoe is dat? Als het goed is, komt hij er dadelijk aan. Hoppakee. Bedankt voor je subje. Nu kan ik mijn pensioen. Ja, deze inderdaad, Falcon. Dankjewel. Ja, jij hebt het ook goed gedaan. Je hebt ook goed geantwoord. Nice. Nou, veel plezier. Hoe moest ik dat weten? Ja, door de serie te volgen. Yo, ik ben dit. Lijkt het park, dankjewel. Ja, kijk, dan weet ik zeker dat de Smiley Man, dat hij of de serie volgt of gewoon een vaste kijker is van mij. Dus dan verdien je dat natuurlijk wel extra, toch? Ja. Doe dit vaker. Ja, dat snap ik, dat ik dat vaker moet doen. Wie weet. Oh, je hebt fonteintjes toegevoegd. Falcon, even kijken. Ik ben benieuwd wat je hier nog gaat toevoegen hier bij dat, bij al die rotsen. Oh, je bent al wat meer aan toevoegen, ja. Vet. En dit moet een soort van de uitgang worden. Dat had je waarschijnlijk al door. En dit wordt de ingang. En er wordt ook een indoor gedeelte. Ja. S-Duff. Oké. Bedankt voor je subje. Door S-Duff die twee subjes schreef aan Yari Games en Run Everican. Gaan we nog zo'n vraag doen, oké? Ik ga nog een subje weggeven, oké? Ik ga goed denken. En er moet een Roblox-vraag zijn, of niet? Dat is wel leuk. Laat me even denken. Ik zit even te kijken in mijn park. Oké, daar komt-ie. De eerste die antwoord geeft, die nog geen subje heeft, die is de winnaar. Komt-ie. Wat voor type achtbaan wil ik nog bouwen in het Wilde Westen indoor? Welk type achtbaan wil ik nog gaan bouwen in het indoor gedeelte van het mijntrein? Shit. Oh, ik zeg het antwoord. Ja, oké. Maintrain mag ik niet goedkeuren. Maar ik zie hier een mijntrein door Sammy. Ja, Sammy. Je hebt hem. Ja, rustig. Die chat gaat... Ik kan die link niet kopiëren, omdat die chat zo freaking snel gaat. Zo. Ja, ik verklap gewoon het antwoord in mijn... Ach, echt stom. Nou ja, je hebt het verdiend. Er zijn meer Sammy's, geloof ik. Wat voor icoontje heb je bij je naam? Heb jij iets met een... Even kijken, hoor. Oh, ik kan dat niet zien. Nou, dan hoop ik dat ik nu de goede heb gegeven. Heb jij een soort van raketje bij je naam? Ik hoop het. Anders heb ik een verkeerde Sammy een subje gegeven. Kijk eens. Nu hoop ik dat het de goede is. Bedankt voor je subje. En anders... Oh, hij heeft een subje gekregen. Oké. Okay. Oh, gelukkig. Gelukkig. Was dat een goede vraag of niet? Ik hoop het. Bedankt, zegt hij. Graag gedaan. Geniet van je subje. Je kan op Discord kan je met die rang ook leuke extraatjes doen en zo. Dus doe er wat leuks mee. Kunnen we hier op de berg nog niet even wat leuks maken? Gebouwtje. Ja, dat ga ik nog allemaal bouwen hier. Hè? Komen hier misschien komt er een hele dorp komt hierop. Hè? Dat lijkt me ook fantastisch. Wordt wel veel werk, maar... Uiteindelijk gaat het wel mooi eruit zien natuurlijk. Hè? Daar doe je het voor. Hè? Dat het er mooi gaat uitzien. Ik zal die dat nog even een beetje mooi maken hier. Blok. Plus. Bij een goede vraag hoort een goed antwoord. Ja, dat is zo.
Maar het is best lastig om dan in één keer meer vragen te bedenken. Wat is je geheim? Waarom kan je zo goed bouwen? Nou, dat valt echt wel mee. Ik weet niet. Ik denk dat je heel erg belangrijk... Wat echt belangrijk is, wat ik 100% moet meegeven aan je... Je moet creatief zijn, een beetje. Je moet wel een beetje creatief kunnen denken. Dus als je dan iets ziet... Dat je denkt van, oh, misschien kan ik nu dat daar bouwen. Of misschien is dit leuk. Maar soms zit ik ook wel eens vast, hè. Soms heb ik ook gewoon geen inspiratie. Daarom is... deze serie is ook een hele lange tijd, nou niet gestopt, maar ik heb heel lang geen Team Park Tycoon video's gemaakt. Omdat ik gewoon eigenlijk niet echt zin had om door te bouwen en geen inspiratie had. Maar nu ben ik alweer een beetje aan het beginnen en het gaat de goede kant op. Denk ik, hoop ik. Dus ja, bij deze... Wow, wat staat hier naast mij? Oh, zo. Oké. Dat zijn keiharde themagebieden. Maar vet, ben benieuwd. Ik kijk op mijn telefoon en ik ben een beetje onhandig met het typen. Oei. Erik! Hé, hey Erik, hoe is het, jongen? Binnenkort even een filmpje, hè? Ik wilde je Slag om de Schelde gaan kijken, maar eigenlijk wil ik dan bij jou zien. Dus ik kijk hem expres niet in de bios. Ga even wel als je een keer tijd hebt, hè? Ja. Ja, leuk. Ja, die film lijkt me heel episch. En ik denk dat dat wel een filmpje voor ons is. Gewoon spannend. En gewoon zo'n lekkere, brute film gewoon, denk ik. Zo'n gevoel heb ik bij die film. Oké, de ondergrond liggen nu wel een beetje. Hier moet ook een wand komen nog of zo. Ik weet niet, hier moet iets van een wand komen. Met water, denk ik. Maar ja, het punt is... Dan ga je waarschijnlijk die rots wel boven deze daken uitzien komen. Is niet heel erg, maar... Ja. Dan krijg je dus zoiets. Wacht hoor. Even dit mooi maken. Zit ik nou gewoon in de server? Jeetje, zegt Jan de Pan. Is dat Jan die liep te zeuren om de airco? Dan kik ik hem even. Nee, natuurlijk niet. Even kijken hoor. Verdomme. Jan zit te zeiken. Dat moeten we niet hebben. Nou, die airco kan vervelend zijn. Maar als je niet op let, dan weet ik zeker dat het niet echt heel vervelend moet zijn, denk ik. Gun mij even wat frisse lucht hier zo. Jan, weg. Jij begint over airco te zeuren. Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat het vervelend is, dat geluid. Maar hij zegt puntje, puntje. Volgens mij is dat de Jan, ja. Zal ik zijn park disliken? Nee, dat kan niet. Nee, geintje, tuurlijk niet. Tuurlijk niet, dat is toch maar een geintje, joh. Oké, we gaan eens even... Oh, chips. Dat ging niet helemaal goed. Ik ga even kijken bij Falcon, want hij is voor mij ook wel lekker bezig. Even kijken. Falcon, wat ben je aan het doen? Falcon, Falcon, Falcon. Hey, Thijs, dankjewel voor je scheet met je bitjes. Dat is het eerste geluidje van vandaag, joh. Leuk, dankjewel. Wow. Oh, dit heb je leuk gedaan met dat lampje. Oh, dat geeft ook... Oh, fade in, fade out. Vet. Oh, die tunnels gaaf met dat rook. Wauw. Ja, ik ben alleen nog niet heel erg fan van dat kartel... Die kartelsteen hier. Maar dat... Ik denk dat je dat heel mooi moet samenvoegen met het landschap of zo. Want hier gaat het wel weer heel mooi. En ik denk als je een grote boom ervoor zet... Ik weet niet of dat ook heel erg mooi gaat staan, maar... ik denk dat dit heel zonde is, of niet? Als je dat daar plaatst. Ja, nee, anders moet je maar gewoon verwijderen, hoor. Ik doe ook maar wat. Jan de Erkoman. Ja, die hoge bomen, die vangen natuurlijk en heel veel wind. Maar die vullen ook gelijk heel veel oppervlakte van mijn park. Dus dat scheelt natuurlijk ook wel weer heel erg veel. De geluid van het airco lijkt wel op het geluid van de waterval. Ja, gewoon lekker realistisch, toch? De Roblox geluiden zijn gewoon heel realistisch op dit moment. Oh ja, ik zal die vines nog even meer gebruiken. Want die vind ik echt ontzettend mooi. Vooral bij het begin moet je die even een paar keer plaatsen. Hey, Thijs. Dankjewel, jongen.
Hebben we dat kleurtje nou? Jammer, ik had auto moeten doen deze. Ja, ik vergat hem even aan te doen, sorry. Ik zat op het verkeerde knoppie. Kijk, deze komt hier. Daaronder. Kijk, vet die vines. Die foto's voegen toch al heel veel toe, hè, in één keer. Doen we dat hier ook? Ja, die berg ziet er wel vet uit als je dan zeg maar hier loopt. En dan zie je ook dat die achtbaan daarin verdwijnt. Het is wel echt een mega vet gebied hoor. Ja, dit wordt echt, als je hier loopt joh, en je kijkt ook gewoon hoe vet het er nu al uitziet, hoeveel progressie we eigenlijk alweer erbij hebben gemaakt, dan begint dit gebied gewoon nog mooier te worden. En vooral dat groen erop, hè, want je ziet ook precies waar dat groen, dat heeft iets, het geeft veel meer kleur. En trouwens, ik was hier ook bezig, maar dat heb ik ook nooit afgemaakt. Dat moet ik ook even doen, dat ene plekje daar zo. Kijk, hier zo. Daar was ik nog lekker even bezig. Dus hier een boompje. Misschien kun je hier nog een kleintje toevoegen. Uitkijken dat natuurlijk die achtbaan niet iets van die rotsen raakt. Of die boompies. En het lijkt me nog vetter. En dat is gewoon weer een idee wat weer spontaan in me komt. Kijk, dat we hier gewoon een waterval maken. Dus stel je voor, we maken hier even een begin. Ja, toch? Of niet? Je ziet het voor je, hè? Ja, dat is vet. Dat is heel vet. Misschien, Falcon, als je zin hebt. Jij weet hoe je een beetje die dingen maakt. Dan, be my guest. En wie weet... Ja, kan je wel iets heel moois maken. Nou ja, dan weet ik sowieso wel dat je iets moois maakt. Wat heb je daar voor bordjes? Bospaadje? Oh, kan ook nog. Ja, kan op zich. Ik zit te denken om hier misschien nog een attractie te verstoppen onder de grond. Maar dat je hier nog een route hebt, maar dat wordt misschien te druk of zo. Het kan wel. Dat je hierboven nog even een attractie plaatst of zo. Die theekopjes of weet ik veel. Je zou nog een kleine flatride kunnen plaatsen. En dan de ingang zou je dan hier kunnen maken tussendoor of zo. Of in dat bospad of bij dat, hier, bij dat hoekje. Dat is ook wel mooi. Hé, hey, dankjewel voor de follow, Conor Jenk. Ja, het wordt wel een beetje krap misschien. Dat heb je ook wel gelijk in. Als je plek wil besparen, kan je hier ook gewoon niet alleen maar stenen plaatsen op die manier. Block manipulations. Je kan ook natuurlijk muren plaatsen en die verven in een rockkleur. Dan heb je, ja, dan is het allemaal wat dunner en hou je voor je gevoel wat meer plek over. Oh, dat is ook leuk. Ja, kan. Reuzenrad erop. Ziet er op zich wel leuk uit. Ja, is dit een leuk idee? Nou, op zich vind ik dat wel grappig. Ja, zo'n reuzenrad er nog bij. Ja hoor. Ja, waarom? En we moeten natuurlijk ook wel een beetje attracties hebben. Want het park heeft niet superveel attracties, hè. Als ik even moet gokken wat we hebben, dat is uit mijn hoofd. Even denken hoor. We hebben dan de autootjes. We hebben de junior coaster. We hebben de rapids. We hebben de paardenachtbaan. We hebben een topspin. En dan gaan we verder. We hebben de zwanen. We hebben de spinning coaster. We hebben de grote achtbaan hier. We hebben dan die tol. We hebben in het Sprookjesbos een dark ride. In het Sprookjesbos hebben we een achtbaan. Een glijbaan. En volgens mij waren dat al bijna de attracties uit mijn hoofd. Volgens mij, als ik niks heb overgeslagen. Maar het zijn er dan maar 12. Nou ja, natuurlijk komt die mijntrein erbij. Dat is 13. Nou, hier komt nog 14 en 15. Dan is het denk ik wel een redelijk aantal. Ik ga over een week naar de Efteling. Kijk, dat klinkt goed. Ja, als je hier een reuzenrad plaatst, trouwens, dan moeten we wel even kijken hoe je de achtergrond maakt. Maar ook hoe je die waterval maken dan. Dat is ook belangrijk dan. Vincent, kan je een testritje maken? Ja hoor, ik wil wel even een onderrijd maken. Nog even weer een keer door het gebied heen. Prima. Hé, hey Dennis, goedenavond. Welkom. We maken gewoon even een testrit. Oké. Okay. Wacht ik even netjes. Ik kom dan uit het indoor gebied. Of een indoor wachtrij is het eigenlijk. En dan sta ik hier gewoon lekker te wachten. Kijk.
En dan gaan we erin zitten. En natuurlijk een point of view. Ah, dit is al heel tof zo, met dat watervalletje daar beneden. Oké, daar gaan we dan. Richting de boom. Hop! Dat is wel leuk dat die daar staat. Wauw, dat gebied wordt steeds mooier, hè, op deze manier. Even dat lichte, dat groene, dat lichte groene gras moeten even weghalen. Komt daar die hele muur dan, hè, met een waterval of zo? Nog, misschien een waterval, wat dan ook. Oké. Nou, dan komen we hier in dat gebied eigenlijk, wat ik net heb gemaakt. Oh, dat water is vet. Ja, leuk, leuk, leuk. Ziet er alweer redelijk uit. Langs dat bospad. Dit is de beste achtbaan die ik heb gezien. Nou, dankjewel Thijs. Ik heb er ook wel heel veel aandacht aan besteed. Ik heb er echt, ik denk een paar afleveringen en een paar uur over gedaan, zeg maar. Dan krijgen we hier het einde. En dan gaan we in het indoorgebied. Hoppakee. Dit wordt helemaal donker dadelijk met lichteffecten. En ik kan onder mij nog allemaal teaming maken. Dus beneden kan ik nog allemaal van die hele mooie kristallen plaatsen. Of met lampen spelen. Of die flikkeren. Of die fade-in, fade-out effectjes. Alleen ik moet nog steeds even het karretje aanpassen qua kleur. Want het ziet er niet uit. Vierkool een beetje richting bruin. En dit mag dan een beetje donkerbruin. Of dit. En ik weet niet hoe dit eruit ziet. Ik vind dat oranje nog een beetje fel. Ik weet niet waar dat oranje vandaan komt. Misschien van dit. Oké, ik probeer hem te testen, maar er komen geen karretjes. Misschien moet ik even wachten totdat hij weer terugkomt. Ziet er fantastisch uit. Ah, fijn dat jullie het leuk vinden. Leuk. Kijk, wat is Falcon aan het doen hier? Laat eens even zien, wat heb je gemaakt, Falcon? Oh, die boom heb je hoger opgemaakt. Oh, dat is ook gaaf. Ja, dat kan ook. Ja, prima. Leuk. Ja, ik denk, ik ga eens even helpen met die karteltjes. Want ik vind die zelf persoonlijk niet zo heel erg mooi nu. Ik ga even helpen of ik daar een beetje mee kan spelen. Dan gaan we even kijken bij Scenery. Primitives, want daar gaan we natuurlijk mee werken. En ik denk dat je met schuine onderdelen een heel end komt. Dan gaan we even kijken welke we daarvoor het beste kunnen gebruiken. Nou ja, sowieso die karteltjes kan je al weghalen met natuurlijk gewoon die vierkanten. Dat zijn deze gewoon, die standaard. Kijk, even kijken, waar stond die nou? Ja, deze is sowieso echt welkom, denk ik. Daar kan je al best wel veel mee doen. Even draaien. Oh, wat is hij nou aan het toevoegen dan? Oké, ik weet niet wat je aan het toevoegen bent, maar je hebt er iets overheen geplaatst nu. Oh, je bent al die je bent alles aan het weghalen. Oh. Oké. Oh. Maar... Oh. Oké. Hij denkt van, doe het lekker zelf waarschijnlijk, of niet? Of ga je het even opnieuw doen? Ja, zie jij, bekijk het lekker. Doe het lekker zelf met je grote kop. Oh, hij helpt me wel mee. Oké, tof. Of ga je me wel een beetje helpen nog, Falcon? Of denk je van, nou, ik krijg het heen en weer met je watervallen? Nou, ik wil wel helpen, hoor. Ik vind het leuk. Ik reset even. Oh, nee, prima. Ik help je mee, hoor. Ja, ik vind het ook gaaf dat hij een beetje zo, een beetje draait ook, zeg maar. Zo. Oké, dat vind ik alweer echt een stuk... ik weet niet. Als we dat een beetje gaan afwerken dadelijk. Wauw, dan gaat dat er heel vet uitzien, denk ik. Denk ik, hoor. Als je nog een ander idee hebt, laat het me weten. Kijk of mensen in de chat nog een idee hebben. Ja, je zou ook met... kijk, dit zijn mooie dingen. Maar ik zou ook nog erbij deze steentjes kunnen plaatsen. Even, oh nee, niet die. Kijk, waar stond die nou? Deze. Is dat die grote? Ja, die grote. Hey, Woody. Dankjewel voor de follow. Zo. En dan gaan we hier gewoon een beetje mee rommelen. Kijk, dit is natuurlijk wel... Dit wordt al veel beter dadelijk. Nou ja. Ja, ik was gewoon niet zo heel blij met die vierkantjes of zo. Geloof me, dadelijk als we dat gaan kleuren, dan wordt het waarschijnlijk wel iets beter dan al die karteltjes. Hoop ik. We gaan ons best doen. Ik kan ook gewoon deze hele tijd gebruiken.
Ik ook niet echt. Oké, nou, misschien dat het dadelijk er wel mooier uitziet. Dat hoop ik. Ja, je kleurt ze al. Ja, nog niet 100% mooi, maar als we daar wat groen bij toevoegen, dan weet ik zeker dat het er iets beter uitziet. Ik moet gaan. Ah, dankjewel Jens Gamer voor het komen. Was super gezellig. Bedankt voor je steun. Je bent gewoon een hacker, zo goed als je bouwt. Nou, dat valt ook wel mee, toch? Dat valt ook wel weer mee. Zo. En deze doen we hier nog even bij. Bouwen die steentjes. Nou, dit is misschien al iets beter. En misschien dat we dat kunnen mixen met wat fines. Ik weet niet hoe dat eruit gaat zien. Stel je voor. Ik heb geen idee of het mooi is, hè. Maar je moet ook dingen proberen. Ik denk dat dat ook echt heel belangrijk is bij het bouwen. Oh, je hebt ook lampjes toegevoegd. Wat leuk. Ik mis de Droomcraft-series. Ik ook. Ik mis het ook allemaal wel. Ik mis die tijden. Tuurlijk mis ik die tijden. Tuurlijk mis ik dat. Maar ja, tijden komen en tijden gaan, om het zo maar te zeggen. Je hebt echt een chille chay. Een chille chay? Wat is een chille chay dan? Daar moet je me even mee helpen. Oh, dat is niet mooi. Nou ja, misschien wacht. Als ik nou deze ervoor doe. Kijk dat hij ervoor steekt. Het kan wel. Of niet? Nee, dat staat niet bij een waterval. Ik zou hem bijvoorbeeld hier wel op kunnen doen zo. Dit is gaaf. Ja, dit is gaaf. Dat die vines zo een beetje er tegenaan staan. Ja, kijk. Hij moet een beetje ervoor. Wacht even. Disneycraft. Ja, daar begon het mee, hè? Disneycraft. Zo, een beetje groen. Dat is leuk. Ik hou van groen. Daar moet je meer mee doen. Kijk, ik ga wat groen toevoegen en dan weet ik zeker. Volkon is er ook al mee bezig. Kijk, dat mag ook een beetje vierkant rond zijn. Want anders heb je heel erg eentonig dat het allemaal vierkant is. Maar ik denk juist dat als je dit mixt met wat groen, met die bolletjes, dan ziet het er sowieso al heel vet uit. En we kunnen op die stenen kunnen natuurlijk ook wel een beetje die zijkanten aanpassen. Kijk, hier zo. Het loopt toevallig een beetje naar onder. Je moet gewoon eigenlijk continu draaien. De tactiek is draaien naar onder. Draaien naar onder. Het is helemaal niet moeilijk. Maar je moet het gewoon even proberen en kijken of het mooi staat. Dat is het gewoon heel belangrijk. Ja, dit ziet er echt wel heel gaaf uit. Oké, laat ik die onderkant hier ook gelijk even meenemen. Want dit moet ik natuurlijk wel even mooi maken. En dan laat ik gelijk zien hoe ik dit dan weer doe. Kijk, dus sluit je aan. Dan draaien we hem even twee keer. Eén zo'n groen ding moet weg daar. Hé, hey, dankjewel voor de follow. Zo. En die komt van Efteling Fan 13. Thank you. Ik weet niet of ik dit zomaar weg kan halen, dat blok. Deze. Ik wil deze heel graag weg hebben. Dat is voor mijn block manipulation. Remove. Juist. Een eentje. Ja, waarom niet? Heb je er dan eentje of doe je er nog meer of niet? Oh ja. Ja. Gelijk de hele kudde erbij. Ja, kan ook. Maakt niet uit. Ik ga dit eens even helemaal mooi maken. Heel dat ondergrondje. Kijk. En dan zie je eigenlijk helemaal niet dat ik dit heb aangebouwd. Ja, je ziet het wel, maar... Ja, nee, maar het is een heel ander gebied nu aan het worden. Omdat je dus dit... dit was ook leuk. Dit was een standbeeld van iemand, een statue. En dan heb ik hem in de grond geplaatst. En die benen heb ik zelf gemaakt met primitives. Dit zijn serieus buisjes. En die voetjes zijn ook primitives. Zijn hele kleine blokjes. Leuk, hè? Ja, en zo heb ik hem hier toegevoegd. En hier heb ik mezelf in een slaapzak gemaakt. Ja, grappig toch? Het eentje gemaakt. Leuk, hè? Dat soort dingen wil ik ook nog toevoegen. Maar dit is wel heel mooi, hoor, dit. Dit is leuk aan het worden. Vooral die grot zo. Ik ben blij met dit hoekje. Ja, dat wordt mooi.
Zie ik nou dat je dat hebt aangepast? Wat heb ik aangepast? Je bedoelt de ondergrond. Ja, de achtbaan krijgt wel meer voor. We hebben echt wel... En dan met we doe ik dan ook Falcon opnoemen. Dat wij natuurlijk flink bezig zijn geweest om dit allemaal te decoreren in de stream. We zijn al 2 uur en een kwartier bezig. Maar we hebben best wel veel uitgespookt vandaag. En ik hoop dat jullie dat ook vinden. En ja. Falcon, kan je me nog helpen met deze rots om hier een beetje een soort Big Thunder Mountain van te maken? Weet jij hoe je me daarmee kan helpen? Dus ik denk om ook misschien een beetje schuin te maken. Of moeten we het echt in laagjes opbouwen als wat we ook hebben gedaan met de waterval aan de zijkant? Ja. Station vind ik sowieso ook heel lastig om te maken. Dat is een ding wat zeker is. Ik ben altijd verschrikkelijk onhandig met stations maken. In welk spel dan ook. Want je kan met zeg maar je muren of je rotsen kan je ook heel schuin maken. Dat je echt van die hele hoeken krijgt. Dat heeft Falcon ook gemaakt bij zijn eigen project. Bij zijn een project in de wolken met een kasteel. Heeft hij dat ook toegebracht. Even kijken. Ik zou met laagjes werken, anders ziet het totaal anders uit. Oké, dan doen we dat. Het wordt een soort Big Thunder Mountain idee. Als je nog een suggestie hebt, laat het me weten. En ik wil eigenlijk ook dat het ondersteund wordt weer. Dus ik ga ook een paar van die ondersteuningspalen zoeken. Die heb ik dan, als het goed is, hier aangebracht. Hey, maar wat je ook kan doen... Kijk. Zo, even wacht hoor. Is dat zo hoog of lijkt het maar zo? Ja, oké. Okay. Zo. Kijk, doe je van zulke palen doe je erin. Van die ondersteuningspalen. Dat vind ik echt helemaal fantastisch. Dat het echt heel erg leunt op elkaar en zo. Hier ook eentje. Dat is gaaf. Dat maakt het gelijk al een soort van... ja, anders... Pardon. Zo. Mr. Gamer. Nou ja. Hey. Dankjewel, Mr. Gamer. Bedankt voor je subje. Nou, ontzettend bedankt, Mr. Gamer. Dankjewel voor je suppie. We hebben inmiddels toch nog weer over de 500 suppies. Ik had het niet verwacht. Dankjewel allemaal. Kijk hoor, deze doen we... Even kijken, gaat dat hier of zo? Kijk, Falcon is al lekker bezig. Om hier wat moois van te maken. Zo. Met z'n tweeën kan je toch lekker fijn bouwen. En vooral bij een spel... waarin je online eigenlijk... Dit speelt natuurlijk online. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om hier natuurlijk allemaal dingen in te doen. Hé, hey, Jan, kom even kijken. Jan de Pond, Jan de Pond. Maar we moeten ook niet vergeten dat ik die groene laagjes toe te voegen. Want dit wordt natuurlijk alleen maar rots. Maar het is ook veel vetter als je natuurlijk groen toevoegt. Je ziet al wat voor verschil het is als je met groen werkt. Want anders, ja, dan blijft nog een beetje een natuurgebied natuurlijk, hè. Kijk, gaat dit kleuren? Ah, wat mooi dit, zeg. Dit is echt leuk. Kan ik ook naar boven klimmeren? Klimmeren in de cloud? Ja, zeker. Ik heb een erg bizarre ervaring met deze game. Ik dacht ooit van, zal ik het leuk vinden? Zal het leuk zijn als er een houten achtbaan kwam? En er kwam ook nog even later, dacht ik, een Vliegende Hollander achtbaan. En die is ook gewoon gekomen. Ja, klopt. Er is een soort Vliegende Hollander achtbaan. Die wil ik waarschijnlijk gaan bouwen met een Egyptisch... Nee, een Inca-thema. Helemaal in de hoek van mijn park daar zo. Wil ik waarschijnlijk dat gaan bouwen nog. Dus dat wordt het volgende hele grote project. Maar dat komt vanzelf wel. Ja. Maar dat wil ik nog wel gaan doen. Droge muziek ook dit, hè? Dus echt super droge muziek.
Ik zal de airco even uitdoen. Het is wel weer een klein beetje minder warm hier. Dat scheelt. Scheelt dat heel veel geluid of valt dat mee? Valt wel mee toch? De waterval is uitgezet. Er wordt wel het verschil nu. Oh, oké. Hey, Ivory, hoe is het, jongen? Kom maar lekker gluren, jongen. Mooi park. Ik weet niet of dat mooi is wat ik nu maak. Ik denk dat het mooier is als ik een prop gebruik. En dat is ergens een heel dun paaltje. Die staat hier volgens mij wel bij. Even kijken, hoor. Ja, geloof me. Kijk, dit is... Even kijken, dit is even rommelen. Kijk, als we dit nou doen. En we doen deze hier wat lager. Kijk, dan krijg je een beetje dit. Van die stalen genieten. Ik kom even kijken. Nou, prima. Mag wel. Jij mag dat. Even kijken. Pick from apparent. En dan pakken we even een steentje. Dat is die. En dan kleuren we dit even gelijk in de kleur dat we willen. Het is een beetje door elkaar geglitcht, maar dat lukt wel. Zo. Kijk, en dan zie je alweer het verschil. Als je dat blauw natuurlijk aanpast, wat voor een verschil daar komt in die berg. Heel anders ineens. Heel anders. Ik mis de airco. Ja, ik mis hem ook. Het wordt dan gelijk weer warm hier. Nee, valt wel mee. Even kijken. Bosjes. Ik moet natuurlijk wel bosjes toevoegen hier, hè? En nog extra steentjes. Dat kan ook geen kwaad. Dit kost volgens mij heel veel tijd. Ja, dit park heeft veel tijd gekost. Ja, dat klopt. Ik ben er wel trots op, natuurlijk. En we gaan er gewoon lekker mee door, toch? Totdat we het helemaal vol hebben gebouwd. En misschien net als wat de maker nu doet, dat wil ik eigenlijk misschien ook wel gaan doen. Dat is dat je attracties gaat verbeteren. Hij verbetert achtbaankarretjes. Maar het lijkt me tof om een attractie gewoon bijvoorbeeld te verwijderen of aan te passen. Dat soort dingetjes. Zou ik misschien een rondje mogen in de achtbaan? €5. Het kost je een subje. Nee, geintje. Tuurlijk mag je een achtbaanritje maken. Ik zal hem daar aan doen. You shall not pass. Oké, ben je er klaar voor? Er staat op testen. Kost je een sub of een pot lijm? Ja, tuurlijk. Een van beide. Valko, ben je het doen hier, jongen? Ben je het doen? Ben je het uitspoken? Ik heb een lekker ijsje. Ja, ik wil ook een ijsje. Ja, ik ga sowieso toch bijna stoppen met de stream dadelijk. Want we zijn alweer 2,5 uur bezig. En we hebben best wel lekkere progressie gemaakt, denk ik. Vergelijkbaar met hoe we begonnen met de stream. En ook gelukkig dat Valkom mee ging helpen. Want ja, dat heeft toch wel heel veel zin tijdens een stream. Hey, Ivory. Hij geeft... Bedankt voor je subje. Nu kan ik mijn pensioen. Hij geeft ook gewoon een subje nog, hè. Ongelooflijk. Was maar een geintje, jongen. Dankjewel voor weer een subje. Het is een 15e subje cadeau. En nou, lief. Dankjewel voor je nieuwe subje. Jeetje. Ik denk dat hij de achtbaan leuk vindt. Ik hoop jullie ook. Ik hoop dat jullie... Ik vind vooral dit stuk heel mooi met dat licht. Als dit de kwaliteit wordt van de achtbaan ook. Met meer van die indoor gedeeltes misschien ook wel. Ah, dit is echt heel gaaf, dit stuk. Ja, daar ben ik wel fan van, zeg maar. Nog een rondje. Doen we nog één laatste rondje onderuit? Ja? Voordat we stoppen? Oh. Nou, ik wacht al op het volgende ritje of kan ik nog mee? Oh. Nee! Ja, ik zit vooraan. Oké, daar gaan we. We hebben wel een hoofdje voor ons. Maar maakt niet uit. Als die stil zit, dan komt het goed. Oh jee. Ja, soms zit er wel eens een bril voor of zo. Komt dat iemand op die plek zit. Maar je kan het wel ongeveer zien, toch? Hoop ik. Jammer dat je stopt. Ja, maar ik wil ook even mijn avondje lekkere serie kijken en zo. En morgen moet ik weer werken. 8 uurtjes. Dus ja. Oké. Nog een keer F, dan zie je die bril niet. Oh, je bent geweldig. Nou, dan moet ik nog een onrijd doen. Ja, dan doen we gewoon nog eentje van de zaak. Wat wil iedereen zien? Ik kijk Stranger Things. Ja.
Samen met Kimmy. Kijken we samen die serie. Kijk. Hallo jongens, hallo. Hoe is het? Hoe is het? Een hot tub stream. Oh, dat is ook wel leuk. Oké, daar gaan we jongens. Dit is lekker. Let op. Komt ie. En we racen. Hop. We knallen naar beneden. Die van Netflix. Ja, die staat op Netflix, ja. Ah, dat is een mooi baantje, toch? Ik ben er nog steeds wel blij mee. Ik denk als we daar gewoon die indoor gedeeltes maken. En ik wil ook dat je hier onder een rots doorgaat, trouwens. Dat zit ik nu te bedenken. Dat ga ik dan even maken voordat we echt gaan afsluiten, oké? Bij deze. Padam, padam, padam. Stranger Things is ja, wel heel gaaf. Ja, wel leuk. Ja. Ik vind seizoen 2 misschien wel beter dan 1. Maar ik wil liever niet spoilers horen van jullie of zo. Als je de serie hebt gezien, hou dan even je kaken alsjeblieft op elkaar. Dat zou ik heel erg waarderen. Want ik wil liever geen spoilers. Maar ja, nee, ik voor mijn gevoel vind ik seizoen 1 minder dan 2 of zo. Dus ja. Kijk, hier gaan we even een ding maken. Maar ik denk dat ik het beter kan opstapelen als een soort basis. Binnenkort een nieuw seizoen. Ja, volgens mij wel. Hier moet ik hem niet plaatsen, want dan komt hij er tegenaan. En hier komt hij volgens mij wel redelijk safe. Ja, kijk. Oké, Falcon kom even gluren. Server is busy. Ja hoor Jan, je mag nog een standbeeld. Oké, misschien met Falcon al een idee hierop. Maar het is in ieder geval een indoor dingetje zo. Dat is wel heel vet. Oké, ik ga even naar... even kijken, Jan de Pan. Die wil nog een dingetje van mij. Bezig met Lucifer. Ja, welke series kijken jullie allemaal? Laat het me weten in de chat eventjes. Oké, waar ben jij? Even kijken. Waar is mijn grote vriend Jan de Surpietman? We hebben hier nog iemand. En die ga ik even een likeje geven. Alsjeblieft, jongen. Kijk. Je hebt voor mij een like van het park. Waarom doet hij het niet? Server is busy. Wat de hel? Oké, wat de hel? Hij is weg. Maar hij is geliefd. Oké, nou, daar gaat je like. Ik kan er geen moer aan doen nu eigenlijk. Ja, hij gaat weg. Precies op het moment wanneer ik een like wil geven aan zijn park. Van wie is dit nou weer? Hoppakee. Is dit van Jan of niet? Nee, van Timo. Nice. Waar is Jan? Tomskin, dankjewel voor je subje. Vins, groetjes uit Centerparks, Limburgse pil. Echt balen van het weer afgelopen week. Anyhow, groetjes. Dankjewel Tomskin. Dankjewel voor je subje. 6 maanden op een rij geabonneerd. Dat betekent dat je een mooie 6 voor je naam krijgt. Een icoontje 6. Super, super awesome. Lekker man. En een Mitch Piepers. Dankjewel voor raid met 3 kijkertjes. Even kijken. Angel kijkt Loki, Vikings, Outlanders, Witcher, Brooklyn 9. En op Disney Plus ook Scrubs. Jeetje, hoe kan je zoveel series tegelijk kijken? Dat is veel. Dat zou ik nooit echt kunnen, denk ik. Zoveel series door elkaar heen. Even kijken. Is dit van... Nee, dit is van Ivory. Ah, ziet er ook leuk uit. Aparte achtbaan zo over de ingang. En een indoor gedeelte. Mooi. Nou, waar is die Jan de Zeikman? Is die hier? Oh, dit is wel... Zo, wow. Holy shit. Dit ziet er echt heel gaaf uit, zeg. Wat een details. Holy shit. Er zijn heel veel stenen. Ja, maar dit is een mooi. Dit is een mooi. Dit vind ik gaaf. Oh, shit. Dit is natuurlijk Fantasialand. Wow. Wacht even. Dit heb ik volgens mij eerder een keer gezien. Oh, Jan mag wel zeuren. Ik heb volgens mij een keer een video gemaakt van zijn park, of niet? Heb ik dat al een keer gedaan? Wow, dit ziet er heel mooi uit. Dit is wel heel nice, ja. Dit is wel mooi om af te sluiten dadelijk. Jeetje. Rookburg. Heel gaaf gedaan met die letters.
Nou Jan, waar wil je je standbeeld? Als jij dan even zegt waar ik heen moet. Jezus jongens. Wat een park. Maar kijk joh. Heel mooi gedaan allemaal. Wat een werk. Oké, okay, waar moet ik heen, Jan de Pan? Ik zie een mannetje lopen daar. Is dat Jan de Pan? Nee, dat is Ivory. Waar ben je, jongen? Teruglopen, oké. Okay. Dan ga ik even terug. Ik zit even te kijken. Misschien dat aan het begin een standbeeld komt hier of zo. Oh ja, hier zo. Echt bij de ingang? Oké. Okay. We gaan even een standbeeld plaatsen. Alsjeblieft. Hoe kan ik hem centreren? Moet ik hem dan eventjes... Even kijken, doe ik wel snapping aan, denk ik. Kijk, dan staat hij in het midden. Alsjeblieft. Is dit goed? Samenbouwen was leuk. Zeker vaker doen. Zeker. Was echt, ging snel ook. Dankjewel voor de follow van Bonnie de Bunny. Leuke naam trouwens. Oké. Okay. Ja. I speak English. Yes. Oh, nou, welcome. Ja, ik praat niet echt Engels. Dus dat is wel een dingetje. This is a Dutch channel, so I don't speak English in my streams, but welcome. Oké, goed. Ja, ik denk dat ik mijn naam van mijn park ook nog een keer ga aanpassen. Ik denk dat Wonderland heet het natuurlijk. En je ziet die Fairy Tale Gardens. Dus dat, ik wil dat nog een keer lekker gaan aanpassen of zo. Nou, dit was het park. Ik denk dat we echt wel flinke progressie hebben gemaakt. Vooral in het achterste gebied. Het idee is als volgt dat onder de berg die ik heb gemaakt... dat daar dan gedeelte komt voor de mijntrein. Ik hoop dat ik het kan laten zien. Maar hier komt de ingang. Ik kan even naar de ingang lopen snel. Mooi gebouw. Mooi park. Veel gebouwd. Er is veel voor gebouwd, ja. Ja, zeker. Oh, er zit iemand op het gluurhoekie. Hey, Barley. Dankjewel voor de follow. Dankjewel. Chibi. Kijk, hier is de ingang van de Dark Ride. Dit wordt die mijntrein. Nog geen idee hoe we dit precies gaan doen, hoor. Dat weet ik nog niet. Ik kan het eventjes opengooien. Het is niet zo heel bijzonder, hoor. Maar kijk, je komt hier gewoon langs steaming, decor. En dan moeten we hier dus... Ja, het is echt niet veel plek voor een mijntrein. Maar ik denk als ik dit allemaal ga uitgraven... Dus als we hier gewoon echt een gat maken... Dat zou mooi zijn, want dan kan je namelijk op een... mooie hoogte beginnen. Hè? Dat bedoel ik ermee te zeggen. Je kan op een hoogte beginnen. Hier. Waar mijn ding zit. Mijn pijl. En dan zou je hem gewoon al gelijk vanaf het begin. Hoef je ineens op te takelen. Je kan hem al gelijk naar beneden laten storten. Dat kan. Dus ik denk dat dit hopelijk genoeg ruimte is. Voor een mijntreinachtbaan. Een compacte wordt het dan. Hè? Compacte. Ja. Falcon is aan het praten. Nou, de airco staat niet aan nu. Dus je kan er sowieso niet meer over zeuren op dit moment. En misschien kunnen we het mixen, de teaming, met de hangende achtbaan. Dat de hangende achtbaan over... Oh, wat gebeurt er? Zit je me nou in te graven, Falcon? Potverdorie, hé. Ik kan daarmee helpen. Ja, je kan met me helpen. Oké, super. Ja, dat gaan we nog wel een keer doen, ja, in de stream. Ik denk dat iedereen dat wel leuk vindt als we gewoon een beetje samenbouwen. Ja, absoluut. Oké. Nou, genoeg te doen. En laat gewoon een duimpje achter. Want dit is tevens ook een video. Maar ook tevens ook het einde van de stream. Ik hoop dat jullie het naar je zin hebben gehad. En anders dan hoop ik jullie zo snel mogelijk weer te zien. Met een nieuwe stream. Dat rijmt. Vrijdag zijn we er weer. Vrijdagavond. Nog geen idee welke game. Want ik moet er Resident Evil 2 nog uitspelen. We gaan Phasmophobia natuurlijk ook weer spelen. We hebben nog best wel veel games om te spelen. Dus... ja, genoeg om te doen. Ik hoop dat jullie dan ook weer komen natuurlijk. Dus een hele fijne avond. En hopelijk tot de volgende stream. En bedankt voor alle support wederom weer. Jullie zijn fantastisch. Dankjewel. Tot de volgende keer. Doeg. Houdoe.